Ja, dames en heren, welkom hier op Zolder. We zijn live vanuit Zevenbergen met niemand minder dan Jelle. Niemands verdriet. Jelle, welkom. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, nou vind ik ook. Ja. Het is een tijdje geleden dat we weer live hebben uitgezonden. Dat was de laatste keer was dat met Rutger Leukveld. En dat was ook een heel interessante sessie. Dus we moesten weer een beetje erin komen, alle systemen weer klaarzetten. Theo heeft goed werk gedaan wat dat betreft en volgens mij zijn we er klaar voor. Dus het wordt een leuke sessie denk ik. Ja, dat denk ik ook. En we hebben een hele specifieke gespreksonderwerp, namelijk het Microsoft Digital Defense Report. Maar het is wel leuk om eerst even gewoon kennis te maken met jou als persoon. Jelle, jij bent National Security Officer bij Microsoft. Ja. En kan je wat zeggen over wat dat betekent, die rol? Ja, het is. Ik vergelijk het wel eens met een ambassadeur, maar dan niet van een land, maar van Microsoft. Dus ik vertegenwoordig Microsoft naar klanten, naar partners, naar de overheid. Op het gebied van cybersecurity. En dan gaat het enerzijds om het wat meer langetermijn perspectief. Wat gebeurt er allemaal? Wat zijn grotere trends? Wat komt er misschien aan? Anderzijds is het meer. Ja, korte termijn zit security ook ergens in de weg bij het gebruik van onze producten. Het zij door misschien perceptie, gebrek aan kennis. Maar het kan ook zijn dat we bijvoorbeeld zeggen van dit is misschien een iets te veel Amerikaanse bril gemaakt. In Europa of in Nederland denken we daar anders over. En dat we dan dus met de productteams om tafel zitten om te kijken of iets ook daadwerkelijk aangepast kan worden. Ja, en ik kan me voorstellen dat het een beetje de waan van de dag is ook wel. Wat jouw agenda met name vult, met waar je het over moet hebben met deze agenda. Ja, soms wel. Ja. Dat is, je probeert aan de ene kant, proberen we juist ook wel heel erg wat meer lange termijn dingen te doen. Ja. En ook wel bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden op te zetten. Maar je hebt inderdaad natuurlijk altijd van er is misschien een incident of een ander probleem of een artikel. En ineens vindt iedereen er iets van of wil iedereen in ieder geval een reactie van ons weten. Ja. Dus dat is ook een groot deel. En nu speelt er zo'n uitspraak in Duitsland die is gedaan, geloof ik. Ik weet eerlijk gezegd niet eens precies inhoudelijk wat daar nu is gezegd. Maar volgens mij kwam het gisteren ergens in Twitter, het ouderwetse Twitter. Retro. Precies, retro platform. Kwam voorbij dat alsof Microsoft een soort van illegaal zou zijn of zo in Duitsland. Dat was gezegd door een rechter. Maar wat is daar nu precies de situatie? Ja, het is uiteindelijk eigenlijk een traject, zoals we dat in Nederland ook wel vaak doen, waar ze eigenlijk vanuit onder meer een privacybril, een juridische bril, naar onze producten kijken. En daar uiteindelijk, het statement wat ook op onze Duitse website staat, dat zegt het ook wel met zoveel woorden, dat we daar uiteindelijk een aantal interpretatieverschillen hebben met deze Duitse privacy- en databeschermingstoezichthouder. Ja. Het gaat eigenlijk om toch weer dingen als van als er data al dan niet naar bijvoorbeeld de VS getransporteerd wordt, wat we eigenlijk al heel weinig doen, wat we ook heel duidelijk beschrijven, kunnen daar eventueel opsporingsdiensten bij. Dat is één aspect. En het andere gaat, als ik het goed zeg uit mijn hoofd, over de juridische, als het ware, waarborgen die we daaromheen geven. Nogmaals, kijk, wij hebben zelf de positie dat dat we het daar eigenlijk niet eens zijn met hun conclusie. Ondanks dat er wel anderhalf, twee jaar lang heel nauw samengewerkt is met die instantie. Ja. En hoe ziet het pad voorwaarts dan daar dan van uit? Ja, ik weet niet helemaal exact hoe het Duitse traject loopt, maar wat we in het algemeen eigenlijk met heel veel van dit soort dingen doen, dus bijvoorbeeld in Nederland ook, hebben we, is bijvoorbeeld bij de overheid, SLM, Strategisch Leveranciersmanagement, is eigenlijk de centrale, je zou kunnen zeggen, inkooporganisatie vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. En we hebben met hen eigenlijk heel veel van dit soort trajecten lopen, waarbij zij meestal privacy impact assessments doen op onze producten, die dan ook centraal publiceren, zodat iedereen daar eigenlijk gebruik van kan maken. En je ziet wel in dat soort trajecten, het is aan de ene kant dan dus een soort onderzoek met bevindingen. En daar spreken we dan vaak ook af van, er zijn bijvoorbeeld een aantal hoge risico's uitgekomen. Kunnen wij die wegnemen of kun je als klant misschien bepaalde instellingen goed zetten om die weg te nemen? Ja. Dan wordt dus eigenlijk op basis van zo'n rapport gekeken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat eventuele hoge risico's goed gemitigeerd zijn en dat
En dat is eigenlijk de manier hoe we, of een van de manieren hoe we dit soort dingen doen. Ja, ja, oké. Okay. Ja, goed, ik heb zelf de indruk dat, en dat is ook de reden waarom wij zelf zo nadrukkelijk met Microsoft gestart zijn in onze dienstverlening, is dat ja, nu zo'n groot gedeelte van het bedrijfsleven eigenlijk gewoon ja, de kantoorautomatisering baseert op de Microsoft Cloud. Dus met name het Office pakket en SHRD wat daar dan onder ligt. Dat ik denk dat voor de meeste organisaties eigenlijk geldt van ja, je moet niet... Je moet echt niet allemaal nog willen nadenken over van kan dit wel en hoe dan. Ja. Het is op zich fijn dat er dus wel op centraal niveau dus gesproken wordt over ja, wat zijn nou precies de kaders waarbinnen we data kunnen opslaan en waar dan en dergelijke. Maar gewoon een gemiddelde organisatie die moet ik denk juist dat het waardevol is. Dat je zegt van oké, weet je, we werken gewoon met dat systeem. We zijn daardoor ineens gestandaardiseerd op een manier waar de rest van de wereld ook gebruik maakt. Dat biedt een hele hoop mogelijkheden. Laten we vanaf dat punt gaan redeneren hoe we het aansluiten op onze business. In plaats van nog teruggaan van kan dit wel? Precies. Ja. En het is bijna een beetje de vergelijking die ik ook wel eens maak. Is van ja, we hebben ook niet meer ons geld in een oude sok onder je matras. Nee. Dat vinden we ook heel normaal dat je dat nu... Naar een bank brengt, waar dat op een centrale plek gebeurt, waar er mensen zitten die daar verstand van hebben, waar goed toezicht is. Dat vertrouwen we heel erg. Ja. Of dat we ook ons drinkwater niet uit een put in de tuin halen, maar dat het waterbedrijf dat ook netjes filtert en doet. Ja. Eigenlijk moet je natuurlijk met dit soort diensten, hoop je een vergelijkbare schaalvoordeel te krijgen. Dat je dat dus inderdaad niet allemaal los hoeft te doen. Precies. En hoeft te snappen. En dat is ook precies waarom we, het is in die zin ook niet een soort, we zijn het nu dan niet eens met deze toezichthouder, maar dit zijn over het algemeen niet, confrontational trajecten. Dit is juist heel erg het idee van, wij willen in Europa en overal volgens de wet zaken doen. Ja, maar je vindt ook gewoon gaandeweg natuurlijk dingen uit, hè? Ja. Ik bedoel, en ook geopolitiek verandert er af en toe het een en ander, waardoor er dingen weer in een andere context komen te staan. Klopt. En ik kan ook, dat is gewoon, denk part of doing business of zo. En eigenlijk gewoon de tijd waar we in nu leven, dat we allemaal echt nieuwigheid aan het ontdekken zijn met elkaar. Ja. Dus, ja, precies. Het is het enige wat ik zelf, dan komen natuurlijk vanuit meer het security veld. Merk je dat ik vind het soms zelfs jammer dat met name in de privacy afwegingen wordt er heel vaak een heel bijna binaire redenering toegepast. Zo van er is een bepaald risico. Misschien is het wel heel klein, de kans is heel klein dat het gebeurt. Maar dat veel mensen dan toch denken van de kans is klein, dus het is eigenlijk al bijna gebeurd. Ja, dus moeten we het toch maar gewoon niet doen om die reden. En dan zie je dat daardoor soms bijvoorbeeld bepaalde security technologie eigenlijk niet aangezet wordt vanuit een privacybezwaar, wat in mijn ogen netto vaak een veel groter privacyprobleem met zich meebrengt. En dat is jammer dat we daar eigenlijk die manier van toch wat meer risicogebaseerd denken, die we in security, denk ik langzaam maar zeker wel wat meer in de vingers hebben. Ja, die moet daar misschien nog wat meer groeien, of dat moeten we met z'n allen nog wat beter verkennen hoe we dat nou, hoe we die verschillende belangen nou op een goede manier kunnen wegen. Ja, het hangt er denk ik ook een beetje vanaf met wie je dan te maken hebt. Want we kennen allebei wel verschillende mensen die op hoog inhoudelijk niveau zich bezighouden met privacy. En die zijn ook over het algemeen wat meer soort van, genuanceerd over dingen. Bijvoorbeeld Floor Terra hadden we het net al eventjes over in de voorbespreking. Is zo iemand die gewoon echt met kennis van zaken, van eigenlijk zowel het meer technische als het juridische domein, weet van waar ligt nu de balans van dingen. Ja. En ik moet ook zeggen dat ik heb ook wel eens juristen meegemaakt die ook zeggen van er zijn gewoon mensen in het privacy domein actief. En ook logisch, want ineens moesten er heel veel mensen hier, waren er nodig om bijvoorbeeld de AVG te gaan managen binnen organisaties. Ja, die dat met vrij oppervlakkige kennis van zaken eigenlijk proberen zo goed mogelijk te doen. Ja, maar dan daardoor dus wel heel, terughoudend zijn om risico's te nemen. Terwijl als je met wat meer ervaring en echte diepgaande kennis van de wet kijkt naar zaken, dat je misschien al wat meer zelfvertrouwen hebt om te zeggen van, dit kan gewoon. Of hier is eigenlijk helemaal niet relevant. Of de wet schrijft inderdaad misschien juist ook wel een risicoafweging voor op sommige. We hebben het gewoon goed afgesproken met onze medewerkers, dus het kan of zo. Ja.
Maar oké, okay, anyway. Maar goed, ja, het privacy en de compliance domein was eigenlijk meer iets wat je liever aan een andere national security. Als het kan wel, inderdaad. Nou, ja. het is, je merkt het is, kijk, zeker bij een organisatie als Microsoft is het wel iets waar natuurlijk gewoon heel veel vragen over zijn. Ja, dus het is, we zijn inderdaad met z'n tweeën hebben we deze rol. Dus wie weet je collega dan ook weer? Het was altijd heel lang was het Martin Vliem. En nu sinds kort is Linda Durant zijn opvolger of opvolgster. Ja. Dus proberen dat min of meer zo te verdelen. Maar je kan die onderwerpen ook natuurlijk niet helemaal uit elkaar trekken. Dus, Oké. Dus, maar goed, dus je vertelde ook dat je bent gestart bij Microsoft in de COVID-tijd. Ja, klopt. En je daar bent uit terechtgekomen vanuit? Vanuit Deloitte. Deloitte, ja. En daar had je ook al best wel lang rondgelopen, volgens mij, voor die tijd. Ja, want ik heb, moet ik even goed terugrekenen. Ik ben in 2012 bij Deloitte begonnen. Dat was toen nog in Londen. Dus daar in het, eigenlijk op de forensische afdeling gezeten. Die eigenlijk, je had wat je vaak in zo'n big four hebt. Je hebt de forensische afdeling doet meer e-discovery-achtige onderzoeken. Voor advocaten, dat soort zaken. Je had een security team wat veel pentesting deed. En eigenlijk hadden die beide afdelingen de wens van, we willen eigenlijk wat meer incident response werk gaan doen. En eigenlijk hadden ze allebei ook wel het gevoel van, we hebben allebei een verschillend stukje van de puzzel. Die security mensen snapten uiteraard security, maar die hadden hun agenda maandenlang volgepland. Dat forensische team snapte in ieder geval dingen van, hoe ga je nou om met bewijsmateriaal? En die hadden een lab en die waren wat meer reactief. Dus toen eigenlijk daar begonnen om met mensen uit die beide teams daar ook echt incident response te gaan doen. Ja, dus ben je ook wel echt op klussen geweest in aanleiding van incidenten zelf? Ja, nee, daar deden we veel. Ja, zeker. Dus dat daar eigenlijk van 2012 tot eind 2014 in Londen gezeten. En toen zijn we weer terug verhuisd naar Nederland. En 2015 tot 2020 hier in Nederland gezeten. Ja. En toen, en toen de stap gemaakt en daarvoor had je weer bij Verizon gezeten. Klopt, dus daarvoor eigenlijk via die route ook in Londen beland. Dus inderdaad bij Verizon in het incident response team ook gezeten. Ja. Eigenlijk ook weer een mix van, aan de ene kant natuurlijk heel veel onderzoeken doen. We hadden een relatief klein team waarbij we door heel Europa, Midden-Oosten, Afrika de klanten probeerden te helpen. Ja. En daar ook zeker die laatste jaren heel veel bijgedragen aan dingen, ook als het Data Breach Investigations Report. Dat kwam ook, dat ontsproot eigenlijk vanuit het team waarin ik zat. Ja. Dus daar meegeschreven aan een aantal van die eerste edities. En daar eigenlijk ook langzaam maar zeker begonnen om daar veel over te vertellen. Heel veel presentaties te geven. En ook langzaam maar zeker te merken dat ik dat ook leuk vond om te doen. En we daar veel mee kunnen oefenen. Ik vind het wel een van de betere rapporten die toch elk jaar weer verschijnt. DBR. Dat kan ik volmondig onderschrijven, ja. Alleen al omdat ze gewoon echt gewoon goed nadenken over hoe je de data normaliseert en modelleert en zo. Er zit nog steeds, want de eerste keer begon het, zoals de halve wereld begint in Excel, begon het dus dit ook met een goed idee in Excel. En toch eigenlijk best wel een beetje simpele grafieken. Maar al eigenlijk in het tweede jaar en naarmate ook andere organisaties mee gingen doen, hebben ze eigenlijk continu ook die onderliggende methodologie aangescherpt. En eigenlijk ook altijd heel erg nagedacht en ook opgeschreven van want dat lijkt natuurlijk altijd snel heel feitelijk. Je ziet een grafiek en dan denk je, dan is het zo. Ja. Maar wat ze altijd heel goed doen is ook de onderliggende onzekerheid beschrijven. En ik zei ook altijd wel, het is in die zin echt wel heavy reading. Je kan er niet zomaar zeggen van ik pluk even drie grafiekjes en dan is dat het verhaal. Want je moet eigenlijk ook wel even echt goed lezen van wat eronder zit. En dat er misschien wel wat mitsen en maren bij zitten die je ook moet snappen. Ja, en gewoon heel, heel, heel basaal is dat heel vaak de percentages in de grafieken niet die tellen niet op. Nee, niet die tellen niet 100. Op tot 100. Nee, nee. Ja. Dus dat principe al. Dat zoals ik denk, het begin het lezen en dan kijk ik, dit klopt niet. Nee, dat was zeker in de eerste jaren. Dan zaten natuurlijk altijd wel mensen die al in het publiek dachten van, ik heb ze. Die steken even de vinger op en nee. Ja. Ja, we hebben onze karaktertjes erop gebaseerd. Ja, ik zag ze op de mokken. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Die ook. Ja. Dus even kijken hoor, voor de kijkers. Dit is er eentje van. Dit is het malware karakter. Dus je hebt. En dit is hacking trouwens. Het staat op de achterkant. Hacking.
We hebben die laten tekenen door een Colombiaanse tekenaar. En daar zijn we eigenlijk bij toeval bij gekomen, omdat hij ergens op Twitter iets postte wat hij had gemaakt voor Defcon. En daardoor kwam hij in onze stream op Twitter voorbij. Ik dacht, hey, hij kan leuke cyberpunk karaktertjes tekenen. Ja. En ik wilde iets visueels kunnen doen met om klanten een soort op een aantrekkelijke manier, een beetje een eigen manier kunnen meenemen in wat we bij ze uitvinden aan een bedreiging of wat er fout kan gaan. Ja. En toen dacht ik, ja, god, welke bedreiging heb je dan? Toen dacht ik, nou, als we nou gewoon de Veris datamodel aanhouden, wat dus onder het Debian ligt, dan heb je in ieder geval alle hoofdcategorieën. Ja. Dus we hebben malware, hacking, misuse, weet je, die hebben we allemaal getekend. Ja. En dan heb je daar ook allemaal varieties onder. Dus alle subcategorieën, dan hebben we diezelfde karaktertjes dan in andere posen getekend. Nice. Die tekenaar die was ons op een gegeven moment wel zat. Ja, precies. Dus ik ben nu echt klaar met deze karakter. Hoeveel varianten van één poppetje willen jullie nu nog? Dus we hebben het in eerste instantie wel gehouden bij een soort van top 20 of zo van poses. Nou, toen was hij er wel klaar mee. Maar die hebben we allemaal. Die hebben we ook gewoon beschikbaar gesteld onder Creative Commons. Dus mensen die het leuk vinden, het willen gebruiken voor hun eigen rapporten of wat dan ook, kunnen ze downloaden. Ze zijn allemaal op GitHub. Geeft wel aan dat in ieder geval bekend met Debian. Ja. En mooi rapport. En goed, en dus nog één stapje terug, want daarvoor waren we in de kweekvijver. Ja, precies. Wie niet, zou je bijna zeggen. Ja. Ik niet, maar nee, goed, precies, ik ken wel een hoop mensen. Nee, dus ooit begonnen bij Fox IT inderdaad. Ja. Dus en eigenlijk daar ook min of meer bij toeval beland, zou ik haar zeggen. Want ik heb kunstmatige intelligentie gestudeerd en was eerst bij Accenture begonnen. En altijd wel een beetje wat security interesse. Ook wel omdat ik wel wat eigen software schreef voor in dit geval een roeivereniging. En dan had je een beetje die studentenvereniging rivaliteit dat... Ja, je in ieder geval niet wilde dat jouw website of jouw, in mijn geval dan tijdwaarnemingsprogramma, erin geklooid zou worden door andere verenigingen. Ja. Dus altijd al wel wat interesse, maar ook niet helemaal het idee van hier kan ik mijn werk van maken of zo. Maar, hier is überhaupt werk van of hier, te maken. Nee, precies. Dat was in die tijd misschien nog wel een beetje. Ja. Maar toen ooit een keer een interview met Ronald Prins toen op de radio gehoord, toen ze net eigenlijk Philips Crypto hadden overgenomen, wat toen dus Fox Crypto werd. Ja. Echt zoiets van, hey, cool dit. Ik wist niet dat we dit soort bedrijven hadden in Nederland. Ja. En op de site gaan kijken. En daar hadden ze dan vacature voor forensisch IT-expert. Waar ik toch gewoon een beetje het gevoel had toen ik het zat te lezen van, eigenlijk ben ik dit wel een beetje. Alleen mijn naam staat er nog niet boven. Laat ik eens een briefje sturen en kijken. En op die manier daar eigenlijk, natuurlijk, zeker in die tijd had Fox echt wel de aanpak van, er zijn geen opleidingen hiervoor. Dus we zoeken mensen die dit leuk vinden, die een beetje de goede achtergrond hebben. En dan kneden en trainen we ze wel on the job. Dus dat was in die zin een mooie leerschool om in dat forensisch onderzoek te beginnen. En een tijdje ook het pentesting team geleid. Naarmate een beetje richting het eind ging het ook meer toe naar wat we tegenwoordig instant response zouden noemen. Dus niet meer alleen onderzoeken waarbij iemand... misschien documenten van zijn werkgever gestolen had of bedrijfsmiddelen misbruikt had, zoals dat toen vaak was. Ja. Maar ook de eerste aanval op internetbankieren en dat soort dingen. Ja. Ja, het is wel grappig, want inderdaad, wie is daar niet begonnen, zei je. Ja. Natuurlijk een hele hoop mensen die we ook al hier in de podcast hebben gehad. En je kreeg ook nog het groetje van Erik Ploeg. Ja, precies. Inderdaad. Je komt ook vast nog wel een keertje aan bod. Maar ik heb dat is alweer 2 jaar geleden ongeveer, ook Ronald Prins is gehad. Toen zei ik ook tegen hem van, het is eigenlijk in dat tijdsbestek, zeg maar, tussen, rond de millenniumwisseling, zeg maar zo, van 1999 en 2005 zo ongeveer. In dat timeframe zijn er wereldwijd eigenlijk gewoon een paar pareltjes eigenlijk ontstaan op het gebied van de IR. Waar gewoon eigenlijk nu nog steeds de nog beste steeds mensen eigenlijk... En of dat ooit in te halen is, maar de vraag is een soort van net op het juiste moment in tijd met de juiste leeftijd. Ook gewoon van de mensen die dus begonnen met business maken. Ja. Precies toen ontstond eigenlijk die hele IR business wel. Ja. En ook de groei van het internet natuurlijk. Dus het is wel een interessante periode. Ook
de mensen achter CrowdStrike, die hadden toen Foundstone, dat je in internationaal, dat is ook een beetje allemaal in die tijd begonnen. Ja, Mandiant natuurlijk ook. Mandiant inderdaad, ja. Dus mooie tijd. Ja, ik was er dan niet bij betrokken, maar goed, altijd van als buitenstaander wel gevolgd. Maar dus nu, je hebt eigenlijk dus een beste carrière rondom IR gehad. Nee, maar precies, dat is nu niet iets wat je heel erg bezighoudt. Nee, precies. En het is wel ook, wat ik denk ik eigenlijk al een beetje altijd, door dat Data Breach Investigations Report, kwam altijd al wel een beetje die manier van denken van, oké, ik heb dus heel veel dingen gezien die misgaan. Nou, daar kunnen we aan de ene kant dus wat meer systematisch naar kijken. En ja, daar kun je natuurlijk ook wel iets over leren hoe je dan misschien iets kan voorkomen. Of nou, misschien als je het niet kan voorkomen, in ieder geval dat je het op tijd kan merken dat het misgaat. Dus daar is wel ook al, ja, ik denk een wat bredere kijk gekomen. En ik denk met name bij Deloitte heb ik daar wel veel dingen mee gedaan. Dus ook zeker de tijd in Nederland zat ik ook wat meer aan de teams die wat meer de preventie-detectiekant zaten. Maar ook wel eigenlijk steeds meer dingen gaan doen. Een beetje voortbouwend op die DBIR praatjes. Om ook presentaties te geven over hoe kunnen we nou veiliger worden. En daar ook eigenlijk steeds meer een wat breder perspectief in proberen te stoppen. Dus van nou, hoe moet security niet veel gebruiksvriendelijker zijn? Moeten we niet heel veel leren van andere vakgebieden in plaats van denken dat wij in ons kleine technische bubbeltje dit allemaal kunnen uitvinden, terwijl heel veel van wat we doen gaat over gedrag, gaat over economie, gaat over psychologie, over marketing. Dat zijn allemaal best wel serieuze vakgebieden waar mensen zitten die dat al tientallen jaren of misschien soms wel eeuwen bestudeerd hebben. Ja. Misschien moeten we daar ook juist wat meer combineren en wat bredere kijk hebben op security. Ja. Dus dat bij Deloitte eigenlijk al veel over, ik zeg altijd dat was een beetje soort enthousiaste amateur, ook wat in meer richting die vakgebieden gekeken en veel over rondgepraat, gepresenteerd. En dat was ook wel precies het aspect wat ik zo leuk vond in de, wederom eigenlijk weer die rolbeschrijving van die National Security Officer. Dat had dus ook heel erg gaat over van wat is de, misschien wel de bredere kant van security. Als je wat meer kijkt naar, het klinkt altijd heel zwaar, maar vertrouwen in technologie, de rol van security in de maatschappij, dat soort zaken. Dus daar kwam eigenlijk heel veel van dat soort dingen kwamen dus daar ook mooi samen in wat ik nu dus kan doen. Ja. Ja, leuk. Ja, ik vind ook, het was ook een van de aspecten of de manier waarop we spraken toen we een zolder gingen oprichten met elkaar. En we dachten van, wat willen we nou precies bereiken of zo met deze organisatie? En toen, voor mij is ook zo'n beeld van, als steeds meer apparatuur digitaliseert en ook een soort van autonome rol krijgt in onze maatschappij. Dus het gewoon zelfrijdende auto's, of je daarin gelooft of niet, maar iets in die richting. Ja, daar krijg je toch steeds meer van. Krijg je ook ander soort risico's. Als er iets mee misgaat, het hoeft niet eens doelbewust te zijn, maar het kan gewoon fysieke schade ook opleveren. Ja. Dat is een heel andere context waar je dan in terechtkomt. Ook om dat veilig te houden, is het soort expertise nodig, denk ik, waar we de afgelopen 20 jaar mee aan het rommelen zijn geweest. Nee, precies. En ik denk daar specifiek een van mijn soort van hobbyhorses, stokpaardjes, is ook wel heel erg dat we daar, denk ik, de kant van de mens eigenlijk, ik weet niet of we hem verwaarloosd hebben, maar misschien niet helemaal de goede aandacht gegeven hebben. In welke zin? Dat we toch altijd wel, we zijn denk ik heel erg begonnen in security van, ook wel een beetje natuurlijk vanuit die politieachtige benadering, van niks mag en eigenlijk het probleem zit tussen de stoel en het toetsenbord en de weakest link, een beetje die hele mindset eigenlijk. Bijna suggererend, alsof wij met z'n allen het allemaal echt perfect geregeld hebben. En je hebt alleen maar die idioten die in onze organisaties rondlopen of die onze klanten zijn, die maken er een zootje van. Ja. En daarbij ook dat we dan vervolgens ook zeggen van dat eigenlijk krijgen wij het toch eigenlijk niet helemaal lekker rond. Dus dat laatste stukje, dat moeten jullie dan maar oplossen, beste gebruiker. En dat noemen we dan security awareness. Ja. Dan gaan we het vervolgens proberen op te lossen met posters en instructievideo's waar niemand naar kijkt. En met ook instructies die eigenlijk voor, laten we wel zijn, de meeste, gewone mensen helemaal niet te begrijpen zijn en niet uit te voeren zijn. Want
ja, controleer het e-mailadres. Voor, nou, los van dat heel veel security mensen daar ook foutjes in maken, maar voor heel veel gewone mensen is een e-mailadres iets met een apenstaartje en een bedrijfsnaam. En hoe dat precies voor, achter, volgorde, ja, dat snappen ze niet. En dat is ja, ook denk ik een onrealistische verwachting die we op mensen loslaten. En dat, dus daar is denk ik echt nog wel veel te winnen in, denk toch beter snappen ook hoe mensen eigenlijk hun werk aan het doen zijn en veel meer proberen om security daaromheen te modelleren haast, in plaats van dat we ze, gebruik in presentaties heel vaak zo'n olifantenpaadje, in plaats van dus mensen altijd die dan het olifantenpaadje over het gras nemen, heel erg terug te duwen naar de stoep, wat we natuurlijk altijd aan het proberen zijn in security. Ja, ja, dat klopt. Ik heb het laatst nog wel eens gemerkt, inderdaad, dat soort van, het loopt een beetje vast ook. Hè? Dus dat precies wat jij zegt, van ja, er blijft iets over wat we dus eigenlijk aan het beoordelingsvermogen van de gebruiker overlaten. Ja. En daarin moeten we ze eigenlijk nog steeds ook dan wel, als we zouden geloven dat ze daartoe in staat zouden zijn, nog steeds wel ook een beetje helpen, een beetje begeleiding geven. Dus een notificatie op het moment dat het... dat ze even moeten opletten of zo, zou dan wel helpen. Ja. En dan merk je alweer van zo'n notificatie is één keer, heeft dat effect. Ja. Maar na 10 keer, dan is het gewoon vooral irritant en klik maar weg en kijk er niet meer naar. Ja, precies. Het is echt veel meer je eigenlijk verplaatsen in die persoon. En dan ook dingen veel meer een soort van end-to-end doordenken. Van alleen al, het is al één ding dat je zegt, jullie moeten phishing herkennen. Nou, Oké, dat waag ik dus al te betwijfelen of dat kan. Maar denk dan alsjeblieft ook goed na over een meldmechanisme. Want laten we wel zijn, in de meeste organisaties, als je probeert een phishingmail te melden, dan krijg je een beetje zo'n zuchtende helpdesk-medewerker ergens in een ver land aan de lijn, die eigenlijk alleen maar als incentive heeft om zo snel mogelijk dat ticket weer te sluiten. En die zit hoogstens te mopperen dat jij de headers niet meegestuurd hebt met het mailtje. Dan word je niet echt lekker aangemoedigd van, dat zal ik de volgende keer nog eens doen. Of krijg je niet altijd ook dingen als feedback over, dankjewel, dit was inderdaad phishing. Of dankjewel, het was geen phishing, maar blijf bellen, want liever 9 keer voor niks dan dat het er toch een keer eentje doorheen glipt. Ja. We zijn daar denk ik nog heel vaak te weinig, bijna klantgericht misschien wel in security. Ja. Ja, nou ja, goed. Ja, en ik had, soms worden de dingen ook niet helemaal goed begrepen. Ik heb onlangs meegedacht over het beter blokkeren van phishing mails die je echt uit naam van de organisatie dan weer gestuurd. Of in meerdere malen. Dus er zijn toch blijkbaar veel organisaties nu bezig met spoofing. Hè? Ja. Dus hebben met CEO-fraude of dat soort phishing te maken. En het is zo grappig dat ik nu een soort van patroon zie ontstaan. Dat mensen een soort van de denkfout maken. Dat ze hun eigen SPF-record en hun eigen DMARC goed moeten instellen. En dat ze daardoor beschermd zijn tegen spoofing. En dat is zo ingewikkeld om daar vanuit dat principe zeg maar te vertellen hoe het wel werkt. Dat is echt heel ingewikkeld. Echt lastig. Ja, of dat gewoon de simpele vraag van, Oké, dus we hebben SPF, waarom... blok dan gewoon SPF. Ja. SPF hard fail optie. Gewoon alles wat niet aan SPF voldoet. Gewoon blokken. Gewoon weggooien, precies. Ja, kan. Zo makkelijk, helaas. Ja. Nee, dus dat... Ik denk daarbij ook dat we... Ik denk dat dat zeker een deel van jullie klanten ook is. Dat is natuurlijk eigenlijk bijna verwaarloosde markt. Laten we wel zijn. Ik denk dat we security heel lang toch een beetje voor de... laat ik zeggen, de top 5-10% misschien, de grote overheidsorganisaties, grote bedrijven die ook relatief volwassen IT en soms ook security organisaties hebben. Er is natuurlijk zo'n lange staart eigenlijk aan de grafiek van bedrijven, toch ook soms wel relatief groot, tot letterlijk 1-2 mensen. Ja. Voor wie dit... ik denk dat we inmiddels echt wel op het niveau zijn dat er iets van bewustzijn is dat dit een belangrijk onderwerp is. Want iedereen leest dit tegenwoordig in de krant. En niemand wil dat zijn bedrijf plat ligt door ransomware. Maar als je nu een groot of kleine ondernemer bent, je hebt ook nog 200 andere prioriteiten die ook heel belangrijk zijn. Dus hoe zorg je nou dat je toch
Ze helpt door om nou, daadwerkelijk een aantal van die dingen te gaan doen. En daadwerkelijk een aantal dingen goed te zetten. Of ja, misschien toch eens een keer heel even na te denken van, stel nou dat het plat ligt. Ja, wat heb ik echt morgen weer nodig? En ja, wat kan best wel 2 weken offline blijven? Of wat zou niet eens zo'n ramp zijn als ik het nooit meer terugkrijg? Ja, ik heb in het verleden veel met Amerikaanse vendoren ook wel gewerkt. En ook dus gewoon moeten samenwerken op het niveau van hoe zij georganiseerd waren naar de markt toe. En dat was eigenlijk structureel zo dat zij een soort van splitsing hadden tussen in de markt tot 1000 medewerkers en daarboven. Ja. En daarboven hadden ze dan named account managers, oftewel één iemand was dan verantwoordelijk voor een beperkte set aan klanten die ze bedienden en waar ze ook gewoon zelf over de vloer kwamen en zelf business mee deden. Maar daaronder, ja niet. Er waren gewoon teams die waren meer in massa bezig met de klanten en dan het laat staan onder de 250 medewerkers. Ja, dat besta je bijna wat niet. Wat eigenlijk onze definitie is van het MKB. Ja. En dat is zo grappig, als je dat gegeven, want dat was niet bij één vendor, dat was gewoon bij allemaal zo. Hè? Dit was gewoon het model, zeg maar, het organisatiemodel. En als je dat dan legt over hoe het Nederlandse bedrijfsleven eruit ziet, dan is eigenlijk 99% van onze bedrijven doet er dan eigenlijk quasi niet toe. Krijg je dan niet eens een account manager? Niet eens een groepsaccount manager. Nee. Het is gewoon echt gewoon de bedoeling dat het alleen maar massaal verkocht wordt. Ja, de meeste van ons bedrijf zitten in die range. En als je nu vandaag zaken doet met iemand met een bedrijf met 200 medewerkers, is gewoon een serieuze organisatie met ook. Die lopen ook gewoon risico en die hebben ook gewoon last van phishing en spoofing. En die zijn waarschijnlijk ook misschien heel bekend als merk, weet je wel. Dus die worden ook of een essentiële toeleverancier weer van misschien wel een groter bedrijf verderop. Dus En voor ons is dan weer dus de reden dat we dan zo nauw aankruipen tegen Microsoft, dat we denken, nou oké, wij gaan ons helemaal niet meer bemoeien met de discussie, weet je, of je nou Microsoft wel of niet, weet je, maakt niet uit, maar als je die keuze hebt gemaakt, en dat hebben heel veel organisaties al, laten we daar dan gewoon optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die je hebt om jouw organisatie te beschermen. En dan is het fijne dat je nu met gewoon de cloud, dat je dus ten opzichte van waar we vandaan komen, dat je gewoon kan zeggen, nou, als wij één keer bouwen, zeg maar, hoe we jullie kunnen helpen in veiligheid houden, dan kunnen we dat gelijk voor iedereen eigenlijk copy-pasten. En dan is want iedereen is gelijk daarin, omdat de cloud toch gewoon gestandaardiseerd is. Dus dat is wel echt een voordeel. Ja, en dan neem ik precies een van die dingen weg van, juist misschien kleinere organisaties hebben hier minder kennis van. Kunnen ook niet alles continu bijhouden. Hebben misschien ook soms wel een beetje angst van, hoe werkt het eigenlijk nou allemaal precies? En wat moet ik wel en niet instellen? Ja. Dus dat is volgens mij een hele goede aanpak om dit te tackelen. Goed. Ja. Nog een klein stukje verder groeien. En dan kunnen we zeggen van een succes. Spreek van een succes. Hey, laten we eens in het rapport gaan duiken. Voordat we dat doen, mensen die toevallig live zitten te kijken, ik weet niet of daar sprake van is, maar mocht het zo zijn, als je via YouTube kijkt, dan kan je daar ook vragen stellen of commentaar geven op wat wij zeggen. Dat komt niet automatisch in beeld, dus daar maak je geen zorgen. Er komen geen gekke berichten zomaar in beeld. Dat komt door ons filter Theo heen. Kijk, Theo die kan. Human firewall. Ja, maar Theo heeft wel een eigen tooltje gebouwd. En het zou toch wel leuk zijn als we die tenminste één keer kunnen gebruiken om iets in beeld te brengen. Ja, dus, maar Theo, jij ziet ze ook binnenkomen daar in jouw tooltje, toch? Ja, ik heb af en toe een refresh. Oké. Een feature voor de volgende keer. Dus ik denk toch dat veel mensen ook wel, die hebben het rapport al waarschijnlijk voorbij zien komen. Het is wel echt lijvig. Ja, het is, wat dat betreft, wat ik net over het Verizon rapport zei, dat geldt hier ook wel inderdaad. Ja. Dat, ja goed, en ik heb Verizon ook nog, het laatste DBR ook nog wel meegenomen, maar ook wel met wat soort van enkelvoudige statements vanuit Microsoft. Als ik vertel over, waar staan we nu met security, wat is nu echt belangrijk? En dat draait heel erg om digitale identiteit, MFA. Ja. En dan pak ik Verizon Debian erbij en dan zie ik van eigenlijk 3/4 of zo van de aanvallen die starten met een gestolen account. Met phishing of in ieder geval leaked credentials. En maar heel weinig hebben iets te doen met exploits.
Ja. Dus dat bestaat nog wel. En dat is ook niet te negeren. Maar als je dan, voor mijn gevoel is nog steeds heel veel van de aandacht die gegeven wordt aan security, is eigenlijk heel erg gericht op dat technische stuk. En die weten dat software kwetsbaar is en dan blinde paniek om dat te patchen. Ik vat allemaal, en dat is allemaal goed. Maar als je dat dan vergelijkt met hoeveel aandacht er is voor IAM en MFA, dat is eigenlijk heel gek. Ja, ik heb ook wel eens een presentatie gezegd van we als industrie, we focussen ons vooral op wat we interessant vinden. In plaats van wat echt mensen raakt. Dan ben je dus inderdaad meer aan het nadenken over kwetsbaarheden, over toch ook meer de rode, de aanvallende kant, in plaats van de verdedigende kant. Dat is denk ik precies weer een van die dingen waar we... Denk dat we hebben veel dingen om ons als industrie over in de spiegel aan te kijken. Ja. Misschien ook wel, ik weet niet of je gezien had, het cyberwoord van het jaar was ook cyberschaamte. Oh ja. Dat was eigenlijk bedoeld als dat je als slachtoffer dus vaak mogelijk schaamte ervaart en daardoor dus ook misschien minder open bent of het zelfs een beetje stil probeert te houden. Ik zou die wat dat betreft ook graag op onze als industrie betrekken. Dat is natuurlijk eigenlijk juist iets waar wij ons ook voor moeten schamen, dat we dit in veel dingen zo ver hebben laten komen. Dat je dat we allemaal vanuit de luxe en de rust van achter onze laptop even zitten te becommentariëren wat een gehackt bedrijf allemaal anders had kunnen doen. Ja, precies. Terwijl we als de sigarenboer bij je om de hoek overvallen wordt, dan sta je ook daar klaar met een arm om de schouder en dan sta je die winkelier te helpen. Ja, in beide gevallen ben je slachtoffer van criminelen en past ons toch ook misschien wel om iets meelevender en ook wel misschien wel wat realistischer te reageren. Ja, goed gezegd, denk ik. Jij hebt een hele slide deck bij je. Ja, precies. Vast niet helemaal. Dat zou ik niemand aan durven. Maar jij weet vast zelf ongeveer wel een goede rode draad erin. We kunnen een poging wagen. Ik denk misschien dat. Eigenlijk is dit misschien wel. Je had hem volgens mij ook nog in de blog aankondiging, deze er ook uitgelicht. Ja. Ja, eigenlijk is dit misschien ook wel. Ik denk haast misschien wel het belangrijkste plaatje waarbij we. Want misschien heel even wat het rapport eigenlijk doet, is het is een soort bundeling van eigenlijk alle teams binnen Microsoft die iets met security doen. Dus van het MSRC, dus het Response Center, tot teams die onze netwerken in de gaten houden, de teams die producten bouwen, eigenlijk alles bij elkaar. Ook de wat meer juridische teams of de Digital Crimes Unit die probeert te verstoren. En proberen eigenlijk om in een aantal thema's te beschrijven van wat zien we nou? En het lijkt wel wat op het DBIR, want er zitten ook best wel wat cijfers, grafieken, trends, dat soort dingen in. Ja. Het is in andere onderdelen denk ik iets soort van verhalender, beschrijvender. En natuurlijk ook eigenlijk gebaseerd op, ik zou zeggen, alleen Microsoft data. Ja, dat is aan de ene kant, het is van één bron, het is wel een hele grote bron. Ja. Dus in die zin kun je er denk ik wel het nodige over concluderen. Dat allemaal gezegd hebbende als inleiding, denk ik, dit plaatje stond eigenlijk vorig jaar ook, stond het er ook in. En wat we hier eigenlijk proberen te illustreren is dat het eigenlijk dit vijftal categorieën van maatregelen, het grootste deel van de incidenten die wij zien, had kunnen voorkomen of in ieder geval kunnen zorgen dat je die tijdig gemerkt had. Het kan zijn dat de mensen deze sessie alleen in audio horen, hè? Dus die zien het plaatje, dus dan moeten we ze even voorlezen welke vijf dat dan zijn. Precies, wat het plaatje eigenlijk illustreert, het is een normaal verdeling, dus een grafiek die... dus die 98% uitbeeld, waar dus het grootste deel eigenlijk onder het grootste oppervlak van de grafiek zit met de 1% aan de uiteinden, de staarten, wat dus eigenlijk niet gedekt zou zijn door die vijf maatregelen. De eerste en misschien ook wel echt de allerbelangrijkste, voortbouwend op wat je zei over gestolen identiteiten, zet multifactor authenticatie aan, dan pas zero trust principes toe. Gebruik een moderne anti-malware oplossing. Hou je spullenboel up-to-date. En als vijfde, bescherm je data. Ja. Ik vind dit altijd wel een... ben denk ik, en dat ook voor, ook wederom een beetje uit die Verizon-periode.
ja, ben altijd wel voor om een beetje de beide benen op de grond te houden. En we hebben natuurlijk in het vakgebied vaak wel een beetje de neiging om te doen alsof de, nou ja, de hemel op ons hoofd zal vallen. En het een ja, onoplosbaar probleem is van ever evolving. Je moet altijd ever evolving zeggen. Attackers en threat landscape. Ja. Terwijl nou dit en natuurlijk ook dingen als van denken in een, nou, in een aanvalsketen. Met ja, toch eigenlijk vaak relatief begrijpelijke bouwblokjes die uiteindelijk leiden tot een incident. Ja, dat helpt toch ook wel weer om te zeggen, ja, wacht even, tuurlijk, dit is een hartstikke groot probleem en het groeit nog steeds en mensen worden hier echt door geraakt. Maar we snappen het wel. We hebben best een setje van maatregelen beschikbaar die we kunnen toepassen. Ja. Alleen, ja, we hebben eigenlijk een, ja, ik weet niet, nu krijg je een explicit language warning, maar we hebben een getting shit done probleem in security. En dat is wel ook dat, als ik deze slide zelf maak, dan pas ik hem altijd even aan. Want er staat het over basic security hygiene. Probeer altijd ook een beetje stemming te maken tegen dat woord basic, want dat suggereert dat het heel makkelijk is. Ja, precies. En ja, als het makkelijk was, dan hadden we het natuurlijk al lang gedaan. Natuurlijk, we snappen deze maatregelen en ze zijn ja, misschien begrijpelijk en misschien ook technisch niet eens zo ingewikkeld. Maar ja, in de rommelige werkelijkheid van echte organisaties is zelfs iets als, ja, zet multifactor aan. Ja, kennelijk heel ingewikkeld. Ja, nou ga het maar eens doen. Wat als staat hier er ook in, de adoptierate van... ja, die staat er wel in. Ik dacht dat die ergens tussen dat we wel zeggen van, er zit wel een groei in. Dus we zijn gematigd positief. Ja. Maar het zit, dacht ik, nou ik kan hem zo nog even opzoeken, maar ergens rond de 30-35%. Ik dacht, ik heb zelf onthouden 25. Zou kunnen, ja, dat, misschien zou dat, ja. Maar... ja, en dat is volgens mij gemeten gewoon naar alle users die MFA zouden kunnen inschakelen. Ja, precies. Dus je kan natuurlijk ook nog weer zeggen van, nou ja, misschien zijn niet all users equal. Of wil je beginnen bij beheerders? Dat lijkt me zo, dat zou ik in ieder geval doen. Maar ja, het liefst wil je dit natuurlijk voor iedereen. Maar hier zit het natuurlijk precies achter, ja, één zo'n, nou ja, basic aanhalingstekens advies. Ja, dat is dus soms natuurlijk gewoon echt wel lastig. Ja, ja, vooral ook omdat ik heb nog meer moeite eigenlijk met de zero trust principle. Want dat is natuurlijk ook een ontzettende hype term. Waarvan als je dit tegen iemand zegt van, ja, doe dat even. Dan is echt maar de vraag van wat verzamelen we nou precies? Even het zero trust vinkje aanzetten. Ja, precies. Ja. Doe maar zero trust. Nee, precies. Ik bedoel, in die zin is zero trust natuurlijk sowieso bijna een onderwerp op zich. Ja. Van je, ja, precies. Ja, ook nou ja, goed, niet genoeg kan benadrukken van, ja, dat is ook niet een toeltje of een instelling, maar veel meer een manier van hoe je, ja, zou kunnen nadenken over je beveiliging. Ja. En ja, eigenlijk ook weer voortbouwend op wat jij net zei, van ja, die identiteit is eigenlijk een van de belangrijkste onderdelen. En ga er daarnaast vanuit dat dingen mis kunnen gaan. En ja, probeer daar de digitale branddeurtjes in te bouwen of andere mechanismen die ervoor zorgen dat, nou, niet iemand die op één verkeerd linkje klikt, dat zich dan meteen als een soort veenbrand door je organisatie gaat verspreiden. Ja, maar goed, en aan de andere kant sluit gewoon want dat is dan interessant. Je ziet meer rapporten, ook het NCC, eigenlijk al een aantal jaar zeggen van, ja, zou iedereen maar zich aan de basismaatregelen houden of basishouden. Dat hoor je veel terugkomen dan. Ja, wat er nog aan ontbrak is inderdaad een goede definitie van wat verzamelen we daar dan onder. Ja, dus ja, want volgens mij heeft het NCSC de 8 en Digital Trust Center heeft er weer 5, geloof ik. Dus dat is eigenlijk alweer lastig, maar gewoon het principe op zich is wel, en dat sluit denk ik ook aan bij wat je zei, van het wordt heel snel heel erg eng en ingewikkeld gemaakt. En je wilt natuurlijk vooral praten over de hele complexe nieuwigheid. Ja. En dat krijgt ook een podium hier en daar, omdat het wel, ja, je wilt niet... Het nieuws wil, of het journaal wil niet nog een keer vertellen over iemand die getroffen is door ransomware. Nee, en gaat ook niet vertellen over waarom het, ik noem maar wat, op een universiteit misschien lastig is om een multifactor uit te rollen. Nee, precies. Een gekke mix hebt van medewerkers die in dienst zijn en studenten die allemaal, ja, die wel toegang hebben tot jouw systemen, maar met hun eigen apparaten. Maar de realiteit is natuurlijk dat de meeste aanvallen wel gewoon op die manier... precies. Het zou... Kijk, als er één ding is wat we met z'n allen naar zouden moeten streven, is het toch die multifactor authenticatie. Ja. Wat, ja,
alleen al natuurlijk weer door de term een onbegrijpelijk iets is. Maar als je, nou ja, meestal als je iets zegt in de trant van, nou ja, dat je zo'n bevestiging op je telefoon moet geven, net als bij je bank. Nou, dan hebben de meeste mensen zoiets van, oké, ik snap een beetje wat je bedoelt. Maar ook daar weer, ja, kijk, dat moeten we dan wel goed over nadenken van, nou, wat zijn dan vervolgens de belemmeringen om dat te doen? Dus die studenten zou kunnen, maar je hebt ook veel kleinere organisaties waar mensen zeggen van, ja, mijn privételefoon. Als de baas wil dat daar een app op komt, dan moet hij me maar een telefoon geven. Ja, of waar de, hoe zeg je dat, de Workers' Council, de ondernemingsraad zegt van, nou, daar hebben we vraagtekens bij of we willen goed snappen wat dat ding precies doet. En of niet ineens nu die telefoon met vakantiefoto's gewist kan worden als hij gestolen is. Ja, allemaal hele terechte vragen die echt geen bal met techniek te maken hebben. Maar die er wel voor zorgen dat het toch soms langzamer gaat dan je zou willen. Ja, dat is wel een goeie, ja. Dat kom je ook gewoon tegen. Dat klopt. Ja, nee, precies. Dus vandaar, ja. Nou ja, nogmaals, kijk hoe basic ze dan misschien zijn. Dit is denk ik precies een van de grote problemen in de industrie. En ja, een beetje voortbouwend op mijn eerdere stokpaardje. Denk ik dus ook waar we veel meer onszelf moeten versterken. Dus door juist ook mensen van die vakgebieden bijvoorbeeld te laten komen. Ja. Ik ga nou niet dat security team volproppen met nog meer techneuten. Maar zorg iemand die nou ja, als het ware een programma verder kan brengen en die mensen kan motiveren of die snapt hoe je dat op een goede manier kan doen. Ja. Dat, in plaats van dat we weer allemaal op onze zeepkist met onze megafoon staan te tetteren hoe belangrijk het allemaal is. Ja, de techneuten worden daar wel heel ongeduldig van. Ja, nee, dat is waar. Dat, ja. Nee, en dat is. Maar goed, dat is natuurlijk net wel het ja, kijk, als je dat goed samen laat werken, dat was wel, denk ik, wat je bijvoorbeeld bij dat team van Deloitte heel mooi zag. Dat was natuurlijk echt zo'n mix van, ja, wat we altijd gekscherend zeiden, de suits en de hoodies. Daar had je wat meer klassieke strategieachtige consultants die dus heel goed een goed plan konden maken en ook konden helpen van, nou, hoe krijg je dat nou intern verkocht en hoe rapporteer je nou of dat de goede kant op gaat en ja, wat is het operating model wat je moet hebben, nou, allemaal dat soort dingen. En dus hele goede techneuten. En daardoor kon je wel, als dat echt goed samenwerkte, ja, dan had je dus meer dan alleen een fantastisch plan in PowerPoint. Ja. En meer dan een aantal goed bedoelende techneuten, maar ging het ook daadwerkelijk de goede kant op. Ja, en dat, ja. Dat gebeurt denk ik nog te weinig, helaas. Dat, ja. En die terug even naar die 98%. Hè? Dus als dat staat daar en zo'n grafiek ziet er mooi uit. Maar is nou die 98%, is dat een hard cijfer? Als in van, dit is onderbouwd vanuit inderdaad daadwerkelijke incidenten? Want dat hebben we ergens gelezen, maar geldt dat ook voor dit getalletje? Ja, dit is wel ook vanuit incidenten die we dan die we inderdaad zien. Ja, dus Microsoft die wordt eigenlijk om hulp gevraagd naar aanleiding van een incident. Doet dan mee in het onderzoek wat eruit wordt gevoerd en stelt dan vast van, ja, dit is sowieso verlopen en dat had dus voorkomen kunnen worden. Ja, precies. Ik denk dat zelfs dat deze ook nog wel breder is. Dat hier, ja. Want we hebben natuurlijk inderdaad ook DART is dan ons incident response team, wat ook on-site klanten helpt. Maar dit is ook wel uit wat we aan aanvallen, als het ware meer van afstand kunnen zien. Oké. Nou goed. Ja, dus dat is denk ik een van de belangrijke. En kijk, er zijn vervolgens een aantal van de thema's die waar we denk ik op in kunnen zoomen. Want kijk, er is een stuk over cybercrime, er is een stuk over nation state threats. Ja. Wat misschien om daar meteen een beetje op verder te gaan, dat is precies zo'n ding waar ik eigenlijk altijd iets van had van. Ja, het is belangrijk, want het is een beetje over het algemeen misschien de wat ingewikkelde dingen gebeuren. Of waar ze. Bij nation state. Ja, precies. Ja, ja. Maar waar ik wel ook altijd een beetje de skepsis had van, ja, dat is, laten we eerlijk zijn, dat is voor, ja, nou, ik zou hier dan niet een concreet percentage durven noemen, maar laat ik zeggen, een heel groot deel van de security community. Natuurlijk is het interessant, maar het is voor jouw organisatie waarschijnlijk niet hetgene waar je wakker van hoeft te liggen. En dat is natuurlijk ook wel weer zoiets van, ja, dat vinden we dan wel weer heel interessant om in te duiken en over te schrijven. En dan gaan we allemaal ook een beetje, ja, bijna een soort cyber James Bond-achtige geopolitieke analyses doen. Ja. Dat, ja,
wat ik altijd, nou, daar laat ik zo zeggen, daar heb ik altijd wel wat moeite mee. Ja, en dan zie je dus ineens dat natuurlijk dit jaar, zeker met natuurlijk de oorlog in Oekraïne, ja, toch ineens iets waarvan we heel lang eigenlijk gezegd hebben van ja, dit kan ooit een keer gaan gebeuren. Waar ik dan misschien altijd een beetje sceptisch was van nou, laten we daar, dat ja. Is voor ons mensen achter het toetsenbord, misschien niet helemaal waar we wakker van hoeven te liggen of waar we dagelijks mee bezig moeten zijn. Maar wij dit natuurlijk nu wel ineens heel actief... Is dat ook uit de data dan te halen? Nee, dat is dus er zit een redelijk uitgebreid stuk over in dit rapport. En we hebben daarnaast ook twee aparte rapporten gemaakt over wat we in Oekraïne gedaan hebben. Ja. Dus daar hebben we eigenlijk heel nauw met de Oekraïnse overheid samengewerkt om aan de ene kant te zorgen dat hun dienstverlening kon doordraaien. Dus daar is eigenlijk een hele snelle verschuiving geweest van toch min of meer klassieke on-premises omgevingen naar eigenlijk het bouwen van, je zou kunnen zeggen, digitale ambassades in de cloud. Want ja, het is heel fijn als je data dichtbij je staat in je land, totdat dat land daadwerkelijk binnengevallen wordt en dat datacenter of dat in de stroomvoorziening op de stromen die doet. Dus dat heeft daar eigenlijk heel erg snel ervoor gezorgd dat die manier van denken over soevereiniteit, wat we dan natuurlijk altijd zeggen, eigenlijk een soort bredere definitie gekregen heeft. Van soevereiniteit is het kunnen beschikken over je data. En dat is in dit geval dus misschien wel door het juist naar de cloud te verplaatsen. Ja. Dus dat is één ding. En daarnaast heel veel bezig geweest om ook daadwerkelijk eigen digitale aanvallen af te slaan of te verhelpen. Dus dat is ook een heel groot stuk wat daar beschreven wordt. Ja. En daar zie je, dus eigenlijk in het nieuws heerst toch heel lang die bijna wel perceptie van, er gebeurt eigenlijk niet zoveel. Je voelde haast bijna af en toe een beetje, ik zal niet zeggen dat het teleurstelling was, maar wel een beetje van, waar zijn die Russen nou wel zo goed precies. En waarom zien we niks? En we proberen dat beeld wel iets te nuanceren, omdat we toch eigenlijk wel, zeker in de eerste dagen voor de invasie en de eerste weken daarna, juist wel echt een flinke golf van destructieve aanvallen daar gezien hebben. Met het belangrijkste woord daar, het was niet zoals bij NotPetya in 2017, waarbij als het ware het virus ontsnapt uit het laboratorium en het verspreidt zich over de hele wereld. Maar er zijn echt gerichte organisaties daar die getroffen worden. En zijn er ook juist misschien aanvallen afgeslagen, omdat het misschien al wel een beetje geanticipeerd was? Nee, zeker. Dat klopt. Dus dat denk ik precies. Inderdaad, een deel lukt wel. Een deel zie je wel ook in een soort hand in hand gaan van eerst een digitale aanval en dan soms 1 of 2 dagen later een conventionele aanval eigenlijk. Dus daar zie je wel ook... dat daar een soort evolutie haast misschien wel in het aanvallen plaatsvindt. Maar inderdaad, ze waren in die zin natuurlijk ook niet helemaal gek. En zagen ook wel dat dit aan zat te komen. Dus naast die verplaatsing naar de cloud is ook heel veel gedaan om goed voorbereid te zijn. Dat is zeker waar. Ja, goed. Maar dus in dit rapport ik kan me voorstellen dat dit rapport ook net gebaseerd is op data waar dat nog niet zo heel erg... in naar voren kwam. Ja, dit loopt, ons boekjaar loopt tot juni. Maar het is wel zo dus recent, dit zit hier data. Wel ook in nog. Ja. Maar zie je daar dan op de een of andere manier al toch al wel iets van een effect in? Dat er wat meer geopolitieke spanning ontstond of zo in wat jullie zien gebeuren aan aanvallen in brede zin? Ja, je ziet dus aan de ene kant de... dus sowieso dat die aanvallen wel gerichter waren, de destructieve aanvallen. We zien wel daarnaast moet ik bijna zeggen, wel ook een toename in aanvallen die meer gericht zijn op landen die op wat voor manier ook Oekraïne steunen. Dus NAVO-lidstaten, landen die geografisch eromheen liggen. Dus dat is wat minder zichtbaar, omdat het niet, het is niet destructief. Het is niet ineens ligt van alles plat of doet iets het niet. Het is toch weer meer klassieke spionageachtige activiteiten. En je ziet daarnaast wel, en dan zou je eigenlijk haast bijna het rapport van vorig jaar ook moeten kijken. Daar was op een gegeven moment ook een grafiek over landen die onder vuur lagen van nation state aanvallers. Ja. En daar stond Oekraïne eigenlijk ook heel hoog al in het lijstje. Als doelwit. Als doelwit, ja. Dus dat, en dat,
had een indicator dat, kunnen zijn. Nou ja, precies. Dat was het. Ik weet niet of ik geloof niet dat we in het rapport toen al zo duidelijk die link legden. Nee. Of natuurlijk überhaupt konden weten dat echt dit ook zou gebeuren. Maar ja, dat was wel een indicatie dat dit inderdaad niet op 24 februari begonnen is. Maar dat er eigenlijk een hele lange voorbereiding ook al aan vooraf gegaan is. Ja, eigenlijk was NotPetya toch eigenlijk. Was misschien al wel de eerste proef. Nou ja, het speelde eigenlijk al af in een periode van onrust in ieder geval. Dus ja, oké. Okay. En jij zegt destructief, hè? Dus ik denk dat je gewoon meer als pesterij bijna, zeg maar, zou gelden een DDoS-aanval. Maar destructief gaat dan, moet dan meer denken echt aan de Viper-melder. Precies, nee, inderdaad. Dus meer Viper-achtige dingen, inderdaad. Ja, ja, en dus voor de luisteraars, Viper-melder is dus gewoon een virus wat echt tot doel heeft gewoon om een harde schijf onbruikbaar te maken. Precies. Dus niet eens te versleutelen per se, maar gewoon alles. Nee, waar je bij ransomware, bij gijzelsoftware natuurlijk nog kan betalen om je data terug te krijgen. Dat is hier helemaal niet de bedoeling. Is dat niet de bedoeling, inderdaad. Gaat kapot. Nee, dus niks te betalen en niks terug te krijgen. Nee. Ik weet niet, wanneer was ook weer de eerste? Volgens mij is het in Korea geweest, Zuid-Korea geweest, dat ze daar voor het eerst... Dat is al heel lang geleden, ik denk een jaar 15 geleden of zo, dat daar ook zo'n Viper malware opdook. Met de Olympische Spelen, toch? Ja, ja toen ook, ja, volgens mij. De Olympic Games, ze heette die aanval toen, volgens mij. Ik weet niet meer. Misschien weet een van de luisteraars het Viper malware. Het 2 voor 12, die zoeken we op. Ja, precies, ja. We moeten meteen zo'n belletje hebben als we het antwoord leuk, hebben. Ja. Dat is wel leuk. Ja, dus... eigenlijk was volgens mij WannaCry had eigenlijk achteraf gezien ook meer dat doel toch dan ransomware te zijn. Ja. Dus het deed zich voor als ransomware, maar... Ja, maar het hele... Precies, ik geloof dat WannaCry had nog wel een betaalschermpje of iets wat daarop leek, maar dat werkte helemaal niet. En die, nee, dat... Maar deed wel je master boot record, geloof ik. Werd overschreven. Ja. Dat was natuurlijk wel, nou ja, waar we toen net even terugliepen van de lunch nog wel over hadden. Dat was misschien wel een van de momenten waar we toch dichtbij iets zaten wat zich echt niet alleen destructief was, maar zich ook verspreidde. En waar natuurlijk gelukkig toen op een gegeven moment dat kill switch mechanisme ontdekt werd. Daardoor is het eigenlijk voor mijn gevoel minder erg geëscaleerd dan NotPetya. NotPetya heeft volgens mij veel groter, veel langer nog doorgeëmmerd. En tot veel meer schade geleid voor mijn gevoel. Ik weet niet of dat helemaal klopt hoor, wat ik nou zeg. Maar. Ik zie een nieuw plaatje trouwens in beeld. Wauw. Breng hem maar in beeld, Theo. Of niet? Ja, kunnen we je scherm delen weer? Even kijken hoor. Dan zat ik. Ik had volgens mij deze er geloof ik even opgezet. Altijd leuk, die beelden. Ja. Ik denk al, een nieuw plaatje. Ik zie zelf helemaal niks, maar ik ben het zelf. Ja. Gaan we even delen. Ja, je hebt zo'n een soort van preview screen. Daar kan Theo dus samenstellen het beeld wat hij... Naar de stream wil brengen. Maar dat zie ik niet. Ja, nee, precies. Die kan ik niet zien vanuit hier. Nee. Dus dit was... eigenlijk omdat ik dacht... Ja, we zitten inmiddels over destructief... en ransomware gijzelsoftware te praten. En kijk, dat is een van de andere onderwerpen... die dus in dat hoofdstuk over de state of cybercrime... zoals dat dan wat statig genoemd wordt... toch veel aandacht aan besteed wordt. Mm-hmm. Waarbij we... toch eigenlijk, kijk, dit is natuurlijk eigenlijk wel, denk ik, een onderbouwing van iets wat we al eerder gezien hebben en ik denk allemaal intuïtief ook wel weten, maar dat dit natuurlijk toch een type dreiging is die nog steeds heel erg voortduurt en die ook eigenlijk organisaties van allerlei groottes raakt. Dus die voor hele kleine bedrijven verschrikkelijk verstorend en vernietigend kan zijn. Maar waar natuurlijk ook nog steeds heel veel grote organisaties last van hebben. Ja, ik vraag me wel eens af of de allerkleinste bedrijven hier nu een logisch doelwit zijn. Nou, ik denk niet per se een gekozen doelwit. Want ik denk dat is een van die andere dingen. Wat die slide wordt ook genoemd over de... over human-operated ransomware. Dus waarbij we ook zeggen van... dat is niet malware die als het ware gescript... maar een beetje gaat rondzoeken... en waar met hagel geschoten wordt. Nee. Maar waarbij je ook daadwerkelijk ziet van... er zit echt iemand aan de knoppen aan de andere kant... die ook echt een beetje aan het nadenken bezig. Is. En die
inderdaad keuzes maakt van nou, hier ga ik wel, hier ga ik niet. Hoe kan ik de op basis van de organisatie en hun omzet bijvoorbeeld kijken wat nou goede pricing is voor die voor dat los geld. Ja. En die allemaal dat soort afwegingen maakt. En ja, ik denk daar zul je inderdaad niet zo snel zeggen van goh, hier zitten bij wijze van spreken drie man in een zolderkamer. Ja. En laat ik die eens gaan bestoken. Nee. Dat, nou ja, kijk, want toen Ransomware begon met CryptoLocker en dat soort merken, was vooral je oma en je neef en je tante gecrediteerd. Nou ja, kijk, je ziet in die zin is het natuurlijk een soort bijna van B2C naar B2B geschoven, inderdaad. Van consumenten. Ja, consumenten hebben nu veel meer last van fraude via WhatsApp en telefoon, sms, whatever. Maar ik zie toch wel weinig consumenten of individuen, particulieren geraakt worden door ransomware eigenlijk. Ja, dat is volgens mij veel minder. Terwijl dat was een tijd lang inderdaad weer het model van ja, je schiet inderdaad met hagel een heleboel kleintjes die allemaal, laat ik zeggen, een paar honderd euro betalen voor die scriptie of die familiefoto's of wat dan ook. Ja. En daar kon je toen best een aardige boterham mee verdienen. Ja. Maar bij bedrijven is natuurlijk moet je misschien iets meer moeite doen, precies, maar is uiteindelijk het bedrag natuurlijk heel veel groter. En, dus dat wordt er ook beschreven. Ja, en daarbij wel ook weer, waar we ook wel weer blijven benadrukken van, natuurlijk, het is malware wat gebruikt wordt, maar om binnen te komen, toch weer die bekende vectoren. Dus toch vaak weer die gestolen gebruikersnamen, wachtwoorden. Ja. Toch ook wel als ze eenmaal binnen zijn, ja, wat heb je nodig? Een account met hogere rechten, dus je privileged account. Dus ja, dat is ook wel een van de dingen die we daar blijven benadrukken. Ja. Los natuurlijk uiteraard van de dingen met backups. Maar ja, dat helaas is dat natuurlijk met die dubbele afpersingstechnieken ook niet helemaal meer het ei van Columbus. Dan kun je misschien je backup nog wel terugzetten, maar wordt je data ondertussen online gezet. Dus ja, word je toch gedwongen om alsnog te betalen. Ja. Ja, of weet ik veel, je hebt dan wel de data, maar niet meer de infrastructuur en of het matcht niet meer met elkaar, waardoor het precies, dat is natuurlijk het andere weer van, kijk, ook daar de rommelige werkelijkheid van, ja, een backup, dat kan een heleboel dingen betekenen. En heel vaak, natuurlijk inderdaad niet goed terug te zetten, niet snel genoeg terug te zetten, of je hebt dan wel je kroonjuwelen gedefinieerd en die goed gebackupt en niet goed nagedacht over de onderliggende technische infrastructuur. Dus je zit je alsnog vast. Ja. Dus dat zijn. Theo heeft op een gegeven moment een keer ook bij een MKB'er geholpen die door ransomware was getroffen. En dat was volgens mij toen je uiteindelijk de sleutel had om te kunnen decrypten. Toen heeft het nog best wel lang geduurd ook voordat je terug had. Maar waar lag dat toen vooral aan? Het hele netwerk was natuurlijk gepakt. Ja. Dus om alles opnieuw op te bouwen, dat was het meeste werk. En ze hadden daar voor zoveel jaren data. En elke keer als ze nieuwe schijven kochten, ging de oude schijf op de NAS. Als de NAS klein was, ging er een grote NAS. En dan de oude files weer daarop. Dus op een gegeven moment had hij zo krankzinnig veel data, die hebben we nooit opgeruimd. Waardoor totaal niet meer te overzien was. Ja, precies. Nou goed, dus je loopt wel ook gewoon tegen hoeveelheden data aan die een probleem opleveren. Van, ga het maar eens restoren over het netwerk heen. Ja. Precies. Heel vaak is het natuurlijk inderdaad wel bedacht van we hebben een backup om een keer die ene server te restoren als het down gaat. Of een keer een laptop waar koffie overheen gaat. Maar ja, als je dat dan ineens keer duizend moet doen en het moet eigenlijk binnen een dag klaar zijn. Succes. Ja. Want, En dat is natuurlijk, dat misschien een beetje los ook wel van wat in het rapport staat, maar wel ook bouwend op de ervaring, waarom je natuurlijk ook wel juist altijd dit wil nadenken over niet alleen een responsplan, maar dat ook echt geoefend wil hebben. Ja. Dat is wel zeg maar vanaf waar de meeste organisaties staan, zeg maar, is stap 3 ongeveer. Hè? Dus een soort van eerst nadenken überhaupt van. Ja. Hier moeten we misschien eens iets mee. Ja. Wie gaat dit signaleren? En dan 2, wat gaan we dan doen dan? Ja. En dan 3, laten we het eens proberen. Ja, natuurlijk op zich, je ziet, en dat hebben we natuurlijk in de coronapandemie op een ander niveau ook wel gezien. Kijk, op zich, al improviserend en onder druk kan er altijd veel. Dus het is natuurlijk ook niet zo dat je volslagen kansloos bent als je nooit een incidentoefening gedaan hebt. Want mensen pakken vaak ook wel de gelegenheid en groeien in hun rol of
of pakken een heel andere rol dan misschien bedacht was. Maar het lukt natuurlijk uiteindelijk meestal. Ja, alleen de aanloop is dan wat rommeliger. Alleen de aanloop is rommeliger. Het is misschien niet zo goed als het had gekund had. Het is misschien niet zo snel. Dus ja, het kan vaak net beter als je het een keer geoefend hebt. Ja. En met name ook geoefend met toch van die dingen als je hebt natuurlijk niet alle informatie helemaal compleet. Dus je moet toch op de een of andere manier een soort mechanisme geoefend hebben van we zitten hier met een team bij elkaar en we hebben incomplete brokjes informatie. En sommige dingen zijn misschien feiten en sommige dingen zijn aannames. En sommige dingen weten we überhaupt nog niet hoe we ze moeten inschalen. Ja, hoe ga je dat nou continu wegen? En hoe ga je nou zorgen dat je van die aanname naar een feit komt? En hoe ga je nu toch een beslissing nemen? Dat kun je maar het beste een keertje geoefend hebben in de relatieve rust van een... Op zich wel. En toch is inderdaad net zoals wat jij net zei, realiteit... Is altijd dan alsnog weerbarstiger. Ja, maar ook... ik bedoel ook meer van... De realiteit is ook dat het misschien best financieel... Of hoe je het ook beoordeelt... Er weinig tegen in te brengen is dat de organisaties er zijn die zeggen van we gaan dat helemaal niet oefenen. We zien het wel als het ons overkomt. Ja. Weet je wel? En weet je, als je het zou gaan uitrekenen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat zij eigenlijk daarin de betere keuze maken. Ik weet het precies. Ik denk dat, want inderdaad, we roepen natuurlijk altijd allemaal inderdaad van je moet oefenen, dat is belangrijk, et cetera. Maar inderdaad, kijk, hoeveel bedrijven worden uiteindelijk echt out of business gehackt. Ja. Tuurlijk, dus ze zijn er. En er zijn er ook die echt flinke schade hebben. Dus begrijp ik niet verkeerd. Maar misschien is het... Ja, maar het zou gewoon fijn zijn dat het een bewuste keuze is in ieder geval. Dus het kan best zijn dat je zegt, dat doen wij niet. Maar we accepteren dan het risico dat we misschien even slechte publiciteit hebben. Ja, precies. Want dat kan natuurlijk gebeuren. Of dat het langer duurt dan gewenst. Of dat we echt... Maar inderdaad, misschien beter dat je erover nagedacht hebt en bewust die afweging gemaakt hebt, dan dat je toch altijd op die cliché vrijdagmiddag dat telefoontje krijgt van het is wel altijd vrijdagmiddag. Kun je hier eens naar kijken, want het ziet er een beetje gek uit. Ja, 5:30. Ja, dat is inderdaad een soort van golden hour van instant response. Ja, echt hè? Ja, oké. Nou goed. Wat hebben we nog meer? Ja, ik zit even te kijken. Wat is nog meer? Misschien om... even kijken hoor, dit is nog een... dit misschien ook goed. Dit is dan een ander plaatje wat ook in het rapport zit. Wat ook wel misschien een iets meer terugkijkend beeld geeft. Wat we ook weer voor mensen die in de podcast luisteren. Eigenlijk een tijdslijn die... teruggaat tot aan 2008 zelfs van verschillende initiatieven die we gedaan hebben om botnets uit de lucht te halen. Waar je dus eigenlijk ook kan zien van dat is enerzijds iets wat we al lang doen. En ook om te beschrijven van hoe bijvoorbeeld die Digital Crimes Unit die ik al noemde, hoe die probeert om het criminelen zo lastig mogelijk te maken. En wat aardige vind aan een aanpak van dat team, dat is een team wat dus sowieso heel dicht tegen politie, opsporingsdiensten aan zit, daar ook heel nauw mee samenwerkt. En wat zij ook heel erg proberen te doen is toch op een innovatieve manier en soms zelfs op een juridisch innovatieve manier, wat bijna als een tegenstrijdigheid klinkt misschien wel, maar... Daar ook mee om te gaan. Dus het is ook een van de voorbeelden. Ik dacht uit mijn hoofd dat het bij Trickbot was. Waarbij we bijvoorbeeld gekeken hebben van we willen eigenlijk bepaalde criminele infrastructuur uit de lucht laten halen. Maar door het land waar het draaide en de wetgeving daar kon dat eigenlijk niet met, laat ik zeggen, klassiek strafrecht. Maar ze gebruikten ook stukjes software van ons. En je kon dus uiteindelijk met meer een soort intellectual property-achtige claim, kon je hem wel uit de lucht halen. Oh ja. En het helpt dan misschien niet meteen om de boeven te vangen, maar het doel van verstoring, wat ze uiteindelijk wilden, werd op die manier wel bereikt. Ja. En dat is wel precies waar die groep eigenlijk continu in die samenwerking ook naar zoekt. Van hoe kunnen we nou in die, toch wat ook altijd wel gezegd wordt, de wetgeving loopt natuurlijk altijd achteraan, het is internationaal, et cetera. Hoe kun je nou toch zorgen dat je dit soort infrastructuur zo goed en zo schaalbaar mogelijk uit de lucht. Gereedschapskoffertje. En wat is inderdaad gereedschapskoffertje? En daar dus ook verder kijken dan alleen wat zou er eventueel technisch kunnen of wat kan er via een klassiek opsporingsbevel naar een ander land toe. Ja, de meest recente die erin staat, die je kan lezen, want het beeld is inderdaad eventjes zwart helemaal naar de rechterkant, maar
Trickbot. Trickbot was volgens mij wel een belangrijke in de verspreiding, ook van malware, toch? Als ik me niet vergis. Klopt. Ja. Ja. Of ransomware. Ja. Ja. Ik dacht dat Trickbot een soort van module was die dan in staat stelde voor anderen om... ja hoor, hier hebben we weer. Die het andere in staat stelde om dan een package zoals ransomware te deployen. Ja, en ik meen dat Trickbot ook nog wel een soort IoT-achtige setting erin had. Dat is eigenlijk een van de dingen die dus bijvoorbeeld vanuit... Er zijn eigenlijk allerlei verschillende teams die eraan meewerken. Maar wat is een van de meer op verstoring gerichte teams eigenlijk doet. Ja. En wat je wel ziet is dat je dan... mijn Canadese collega heeft wel eens gezegd van ja, eigenlijk is onze cyberstrategie, die had daar drie D's voor gevonden. Dus defense, ja, probeert het veilig te houden. Disrupt, nou dat is dan wat zij doen. En vervolgens diplomacy, dat je dus ook vervolgens werkt. En dat wordt dan natuurlijk weer door andere teams gedaan van ja, hoe kun je hier nou meer vanuit internationale samenwerking, internationale juridische afspraken, ook zorgen dat je dit meer aan banden legt. Ja. En dan zit je, als je dat dan weer terugbrengt naar het hele Oekraïne-onderwerp, kom je dus ook weer op dingen als van ja, hoe moeten we bijvoorbeeld ook de Geneefse Conventie, waar we natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog afgesproken hebben van ja, hoe tegenstrijdig ik dat altijd vind klinken, maar wat de spelregels zijn als je oorlog wil voeren. Ja. Moet daar ook misschien een soort update van komen, dat je dat ook digitaal doet? Of moet je in ieder geval echt met z'n allen weer afspreken? Dat je dat wat je daarin stelt, dat dat dus ook digitaal geldt. Ja. Dat je geen burgerdoelen aanvalt, dat je geen ziekenhuizen aanvalt of geen vitale infrastructuur waar burgers weer last van hebben. Ja. Dus dat is dan weer nog een van de andere dingen die, los van dat je dus echt in de frontlinie staat of probeert om dit soort dingen te verstoren, dat we dus ook bezig zijn om meer naar de toekomst gericht eigenlijk daar stelling in te nemen. Ja. Ja, ik denk dat ook dan net zo goed geldt dat je dus ook dat je ook niet een ziekenhuis mag gebruiken als uitgangspositie voor militaire dat is natuurlijk andersom inderdaad. Ja. Dan moet je daar, Want dat heb je met IP-adres, is natuurlijk altijd een beetje de pest dat je de echte identiteit, wat is nu echt de functie van dit device? Of is hier eigenlijk dus, heeft het een oorspronkelijke werking en wordt het nu voor andere doeleinden ingezet? Ja, of dat maakt het heel ingewikkeld. Precies, natuurlijk. Of verschuilt hij zich achter iets wat een ziekenhuis lijkt, maar eigenlijk een... Nee, precies. En dat, volgens mij was het niet lang geleden dat Australië ook zo'n terughekbevoegdheid heeft gekregen bij wet. Dat was volgens mij in Nederland, is dat bij wet nu geregeld, waren we vrij uniek in, dacht ik. Ja. Maar Australië heeft dat nu ook. Dus je krijgt denk ik ook wel steeds meer van dat soort bij wet geregelde bevoegdheden voor landen om gewoon naar eigen, min of meer naar eigen inzicht, gewoon over de landsgrenzen heen acties uit te voeren. Ja, en dat is misschien ook in sommige gevallen wel hoe wat uiteindelijk de meest effectieve manier is hoor. Als je natuurlijk toch ziet van hier wordt een, hier draait bepaalde infrastructuur of hier wordt iets gedaan vanuit een ander land. En ik kan heel officieel gaan doen of ik kan die infrastructuur via op de een of andere manier uit de lucht halen. Als je daar uiteindelijk de wettelijke bevoegdheden voor geregeld hebt, dan... Binnen je eigen land. Dat is natuurlijk altijd het probleem. Weet je, als je nu besluit eventjes een server offline te brengen die in Rusland staat, dan weet je natuurlijk dat je toch ruzie hebt. In Australië, kijk, wij hebben die terughekbevoegdheid misschien wel heel strategisch met pijlen gericht op die regio. En in Australië geldt misschien meer dat wat hun betreft China of Noord-Korea of zo bijvoorbeeld een soort van doelwitten zouden kunnen zijn van terughekken. Ja, ik weet niet. Het is dat een beetje dubbel, want het maakt het wel heel erg spannend, zeg maar, van als dat wordt ingezet. Nou, geloof ik dat er zitten wel echt wel checks en balances voordat de politie de bevoegdheid krijgt om iets te doen. Maar ja, dan nog, het kan wel snel spannend worden, zoiets. Ja. Ik denk ook dat meer op militair terrein gebeurt dat terughekken natuurlijk ook wel, maar dan gewoon met vanuit andere bevoegdheden, zeg maar. Nee, precies, inderdaad. Dat is nog weer een ander terrein waar je het over hebt. Oké. Bij het verstoren van zo'n botnet, hè,
Gaat het, werkt het altijd met sinkholes die dan worden geïntroduceerd om die bordjes eigenlijk in één klap ergens anders naar te laten communiceren? In veel gevallen is dat vaak wel zoiets, omdat je dan natuurlijk toch de manier hebt van dat je inderdaad iedereen laat communiceren met een systeem waar jij inzicht in hebt. En dat is natuurlijk toch een goede manier om aan de ene kant te kijken hoe wijdverspreid is dit en waar zitten de slachtoffers allemaal. Of wellicht zelfs ook nog te kijken van kun je op de een of andere manier al die systemen niet alleen in kaart brengen, maar ook nog iets van notificatie doen. Of wellicht zelfs de dingen uitzetten. Of dat hangt er kan. Maar. Wat je nog wel eens voorbij ziet komen als zo'n actie wordt ondernomen, is dat ineens bekend wordt gemaakt. Hè, en dat er dan andere security researchers zeggen van is mijn hele simpel is om zeep geholpen. Weet je, had dat even geïnformeerd. Ja, dankjewel. Maar denk, maar goed, dan. Je weet dat dit op een gegeven moment kan gebeuren natuurlijk. Dat het toch gewoon uit de lucht wordt gehaald. Ja. En dit is de manier. Nee, precies. Het is, wat dat betreft. Het kan niet een week van tevoren aangekondigd worden in de krant. Nee, dat je even de CERT-mailinglijsten gaat besturen van zit jij mee te kijken bij dit botnet? Let even op, alsjeblieft. Nee. Dat werkt waarschijnlijk niet helemaal. Nee. Nee, dus dat, een ander die ik nu net even opzette, die is dan weer voortgaand op het nation state hoofdstuk. Ja, waarbij we ook weer proberen te duiden van, aan de ene kant, wat is de trend over tijd, maar ook wat zijn verschillende landen die bestookt worden of die getarget worden? En wat zijn dan de verschillende industrieën of de verschillende sectoren die getarget worden? En daar zie je bijvoorbeeld ook wel een van de dingen die daar wel veel benadrukt wordt, is dat je ziet dat bijvoorbeeld denktanks of niet-governementele organisaties daar eigenlijk ook een relatief groot onderdeel van zijn. En dat je daar dus bijvoorbeeld eigenlijk twee dingen bij elkaar komen van nation states, die vervolgens ook misschien meer desinformatieachtige of beïnvloedingachtige campagnes proberen uit te voeren. Ja, en dan kom je dus misschien wel inderdaad bij die de grote internationale organisaties of die denktanks uit, die in sommige gevallen natuurlijk ook best wel kleinschalig, misschien een beetje haast MKB-achtige organisaties zijn. Sommige hele grote natuurlijk uitgezonderd. Maar die dus ineens ook eigenlijk zouden moeten nadenken van wacht eens even. En dat is dan ook toegenomen? Of je weet, dat staat er. Nee, dat staat er. Ja, de toename is specifiek voor in dat, dus dat is weer voor de luisteraars een grafiekje voor in de tijd waar. We eigenlijk duiden hoeveel kritieke infrastructuur aangevallen wordt binnen de nation state notifications, zoals we die dan noemen. Dus als we een nation state aanval detecteren, dan is er ook een soort notificatieproces dat die klant, dus dat slachtoffer, ook op de hoogte gebracht wordt. Dus hier wordt ook eigenlijk beschreven van dat daar dus eigenlijk weer een toename te zien is van dat ook meer op kritieke of vitale infrastructuur gericht is ten opzichte van eerdere jaren. Maar je ziet daar een beetje een soort golfachtig verloop in. Dus of dat of die trend nu heel duidelijk doorzet of dat het een beetje op en neer gaat, is natuurlijk altijd wat lastig zeggen. Ja, maar het is wel zo dat dat het is een percentage binnen de NSN. Ja, dus klopt. Het is niet zo dat je kan zeggen, het is überhaupt toegenomen. Het absolute aantal staat hier inderdaad gewoon dan niet. Nee, klopt. Okay. Ja. Ja, dus het richt zich wel meer daartoe. Ja, dat. Ja. Oké, okay, ja. Ja, valt het te verklaren? Geen idee. Je zou zeggen dat nu eenmaal er sprake is van oorlogssituatie. Nee, dat ze zich niet meer inhouden of zo, bij wijze van spreken. Nee, dat is wel ook de interpretatie die we nu geven, hoor. Van dat het dus wel deels te maken heeft met natuurlijk inderdaad de geopolitieke ontwikkelingen. Ja. Waardoor deze actoren een beetje de remmen losgelaten hebben. Ja, precies. En, je bent niet meer stiekem aan het meekijken. Je bent niet meer inderdaad meer stiekem een informatiepositie aan het krijgen. En denken, ik wil gewoon op dit systeem binnen zijn, want misschien ooit handig. Nee, je bent nu binnen en je wil hem misschien wel stuk maken of je verder verspreiden of wat dan ook. Dus dat is één ding. Dus dat is Rusland.
Ja, en wat we inderdaad verder noemen, dat bijvoorbeeld Iran ook een van de landen is die bijvoorbeeld zich heel erg op de VS richt op dit gebied. Dus met name bijvoorbeeld ook op meer handelgerichte organisaties, dus havens en dat soort onderdelen. En de derde die we veel noemen, die dat is dan niet specifiek op kritieke infrastructuur, maar is Noord-Korea, waar je natuurlijk altijd een beetje die gekke... bijna verdeling ziet van, ja, we zeggen natuurlijk altijd eigenlijk cybercriminelen willen geld verdienen. Mm-hmm. Ja, Noord-Korea heeft dan een beetje zo'n gek model dat ze ook nog zichzelf voor een deel moeten funden of proberen om überhaupt de economie financieel te injecteren. Dus dat die ook eigenlijk financieel-achtige doelwitten kiezen en cryptocurrencies proberen te stelen, et cetera. Ja. Gewoon een criminele staat. Daar eigenlijk, ook in ieder geval. Dat je toch een zichzelf ook moet proberen te bedruipen, inderdaad. Dat is een ingewikkelde, beetje corner case. Ja. Hey, wat ook opvalt, tenminste mij dan, is dat information technology eigenlijk de grootste doelwit is van nation state actors. Wat voor soort bedrijven moet ik me daarbij voorstellen? Ja, daar zie je vooral heel veel van de IT-dienstverlener-achtige organisaties. Dus toch en dus ook door de keten eigenlijk. Ja, dus proberen, inderdaad precies dat. Dus het is inderdaad een soort van one too many. Je valt één IT-dienstverlener aan, omdat je niet per se geïnteresseerd bent in dat bedrijf, maar juist in alle klanten die daar zitten. Ja. En daar is natuurlijk toch wat we natuurlijk eerder gezien hebben met SolarWinds en vergelijkbare aanvallen. Waar toch ook wel ook wel vrij geavanceerde methodes natuurlijk gebruikt werden. Dat je daar ook wel zagen van die aanvallers wisten zo goed hoe dat hele beeldproces eigenlijk van die software in elkaar zat. Dat ze dat ook echt in konden rondrommelen zonder dat het de alarmbellen afgingen. Ja. En maar waar je ook wel weer zag van daar werd vervolgens heel... bewust eigenlijk vervolgens gekozen van wat gaan we nu doen met deze toegang? Want je had in dat specifieke geval, ik meen uit mijn hoofd iets van 18.000 mogelijke doelwitten, waar ze uiteindelijk iets van 140, 150 daadwerkelijk aangevallen hebben. Dus daar ook wel zorgen van het heeft niet zo heel veel zin om nu heel lawaaiig overal binnen te vallen. Je moet een beetje zorgvuldig omgaan met die... Dan echt vanuit de monetizing gedachte, denk ik. Hè? Dus gewoon, monetizing of in dit geval ook wel meer spionageachtig gericht. In dit geval is dus niet per se financieel gemotiveerd. Dat was wel inderdaad wel deze state, Nee, dus dat... Maar inderdaad is dus wel heel erg vanuit een idee van... nu kunnen we heel veel. Moeten we wel goed kijken waar we dat vervolgens voor gaan inzetten. Ja, dat was wel ook echt een bizarre situatie trouwens. Maar dat... dit betekent dat de groep of de industrie die zich het meeste zorgen moet maken, is eigenlijk degene waar de meeste techneuten werken om het theoretisch gezien wel gewoon ook goed te kunnen doen, zou je zeggen. Wat is jouw indruk? dus je bedoelt de... precies. Ja. Nee, de dienstverleners, de IT-dienstverleners, zou je zeggen. Ja, je weet ongeveer wel hoe het veilig moet, toch? Hopelijk wel, tenminste natuurlijk altijd het cliché van bij de loodgieter thuis lekt het ook, maar je zou hopen dat het hier dit gewoon niet zo is. Maar merken jullie dat ik heb de indruk wel hoor, dat misschien nog wel meer door SolarWinds, en dat was toen ook best wel even een trend in actualiteitszin, dat toch wel die awareness onder MSP'ers of dienstverleners dat het toch wel gestegen is. Van, wij zijn misschien wel gewoon we moeten echt nadenken hoe we ons eigen werk veilig doen. Ja, ik denk dat een heleboel toen echt wel zijn gaan kijken van, kunnen wij daadwerkelijk kijken van, zijn wij zelf mogelijk al geraakt, zitten ze al bij ons binnen? En dat is natuurlijk ook heel veel van hun klanten die vragen stelden. Ja. Ik denk dat daar altijd wel de eerste reflex is vaak wel weer van, dan gaan we dat vervolgens regelen met papieren checklistjes die we over en weer gaan heen en weer gaan sturen. En we vinden het misschien fantastisch dat Excel dan lekker veel gebruikt wordt, maar word je niet per se meteen veiliger van. Ik denk wat wel ook specifiek is voor die doelgroep, en dat misschien nog wel een extra besef, is dat wat nou specifiek hiervoor geldt, is dat deze doelgroep ook gewoon meer dan anderen het risico loopt op misschien wel gewoon de tent kunnen sluiten als gevolg van zo'n hack. Hè? Dus als jij gewoon zelf
als je gewoon als eindgebruiker, zeg maar, het doelwit bent van een aanval. En ja, je hebt gewoon je ICT in die zin goed voorbereid. En je kunt dat iets weer herstellen of ja, je kunt in ieder geval weer door. Kan, je kan goed uitleggen waarom het misschien toch mis dan, gegaan is. Dan leid je schade en dat goed, kan nog steeds tot faillissement leiden. Maar dat volgens mij in statistisch komt dat maar heel zelden voor. Ja. Maar een dienstverlener die dus kennelijk zijn zaken misschien niet helemaal goed op orde had. Die inderdaad vertrouwd werd omdat hij het moest regelen voor jou. Ja, nee, dat is denk ik een... Voor veel van dat soort organisaties eentje die ze als En dat heb ik toch nog niet helemaal de indruk hoor. Dat er zo wordt nagedacht erover. Zo. Nee, ik weet niet of ze allemaal dit soort organisaties daar al zo goed naar kijken. Dat, en daar natuurlijk ook wel weer verschil. Je hebt natuurlijk echt de hele grote consultancies en die... Ja, dat is natuurlijk één stuk. Ja, het andere is ook wel weer, als je toch weer teruggaat naar de kleinere organisaties die... Ja, misschien ook weer een kleinere dienstverlener hebben die misschien wel een paar honderd of misschien wel een paar duizend klanten bedient. Omdat ze iets van e-mail, misschien een website en iets van file storage nodig hebben. Ja, die zullen misschien niet, die zullen natuurlijk niet per se een nation state doelwit zijn. Maar wel ook nog weer eentje die misschien dan wat meer voor financieel gemotiveerde aanvallen een heel interessant doelwit kan zijn. Ja. En die zich denk ik ook nog niet altijd bewust zijn van de verantwoordelijkheid die ze daar misschien in handen hebben. Dat, ik denk dat daar ook nog wel veel, toch ook wel wat kaf tussen het koren zit. Of organisaties die denken van security, ja goed. Van mijn tijd tot duur. We doen toch elke 90 dagen een password change en we hebben antivirus. Waar hebben we het over? Of de business owner die staat gewoon zelf, die is misschien een goede business owner. Maar die staat zelf nog steeds wel misschien vrij ver af van de technologische keuzes die gemaakt worden. Ja. En ook gewoon misschien ook niet in staat om daar zelf goed over te oordelen of dat kritisch te benaderen. Ja. Dat kan natuurlijk ook heel goed. Ja. Ja, wij komen ook gewoon in de praktijk ook nog wel dingetjes tegen als werken met shared accounts en zo. En het zit een beetje wel in de hoek wat jij ook wel beschreven is wel treffend. Dat het is zo makkelijk om dan van de zijkant te roepen van dat is heel stom en dat moet je niet doen. En kijk eens, hoe fout is dit wel niet. Ja. maar het is voor mij wel een soort van indicator van als dat aan de hand is, dan is het kennelijk toch nog niet belangrijk genoeg voor je om eens na te denken van oké, hoe richten we het zo in dat we veilig zijn? Want dat kan eigenlijk gewoon niet. Nee, en of inderdaad, dat je in een pentest rapport iets in één regeltje als advies geeft van please segment your network. Ja. Ja, oké, dat is een programma van 5 jaar in een grote organisatie. Thanks om dat van de zijlijn even te roepen. En ondertussen ga je weer verder naar de volgende organisatie. Maar hoe dan? Klopt. Ja, voor kleine organisaties is het misschien wat makkelijker dan voor inderdaad hele grote. Maar, Nee, dus dat is een... goed. En dat is denk ik wel weer terug bij dat van... we moeten... daar denk ik echt binnen de industrie gewoon nog steeds... misschien wel nauwer aansluiten bij... de business vind ik altijd zo'n stomme term, maar dat het ook bijna zo'n tegenstelling suggereert tussen de ene helft van het bedrijf en security. Ik zou hopen dat dat ook bijna wat dichter naar elkaar kruipt of meer als dezelfde organisatie gezien wordt. Ja. Maar daar moeten we denk ik ook als security organisaties ook veel meer zoeken naar hoe kunnen we vervolgens ook laten zien dat we dingen makkelijker maken, goedkoper maken. Ja, in plaats van dat het alleen maar gaat over dat we incidenten aan het voorkomen zijn. We zijn eigenlijk, ik bedoel, we zouden natuurlijk in de business moeten zitten om het criminelen moeilijk te maken. Maar wat we stiekem ondertussen ook doen, is het voor goedwillende collega's en klanten ook lastig en onbegrijpelijk maken met al onze goedbedoelde maatregelen. En dat, ik denk dat dat ook niet helpt om dat gevoel te krijgen van we zitten in hetzelfde schuitje, we hebben hetzelfde belang. Dan krijg je ook een beetje die de business versus security tegenstelling. Ja. Ja, hey, en eventjes over malware. Hè. Wat ik me afvroeg. Was op een gegeven moment een vrij nadrukkelijke trend dat malware eigenlijk steeds meer, of in ieder geval aanvallers steeds meer gebruik gingen maken van gewoon living of the land, lolbins,
Dus eigenlijk gewoon programmaatjes die gewoon op het systeem aanwezig zijn. Dus je hoeft niet die gewoon dingen gewoon kunnen doen. Waar je dus niet per se zelf iets van malware voor hoeft te verspreiden, maar vooral toegang moet hebben tot het systeem. Ja, met de juiste rechten. En dan zit je eigenlijk als een soort systeembeheerder inderdaad, met vaak dezelfde tools. Maar zit in die sfeer ook iets in het rapport? Of is dat een trend die je heeft doorgezet? Want ik zie hem zo snel even niet in de slides die ik hier heb, maar ik kan nog even een andere erbij pakken. Ik denk wel dat het in het algemeen is het wel een die, ja, ik zou bijna zeggen, de Verizon-dagen al wel kan herinneren, waarbij toch ja een beetje sysinternals-achtige tools. In System 32 zijn heel veel executables waarvan we eigenlijk niet meer weten wat. Nee, wat precies. En die allemaal hele handige dingen kunnen. En meestal wel met een legitiem goede reden. Ja. Maar waar je, ja, als je die als system was het minstens. Maar en dan zit je dus weer in de hoek van hoe komt dat dan in eerste instantie? Hoe komt er iemand ertoe om dat te gebruiken? Ja, door gebruik of door toegang te hebben tot iemands account. Ja. En dus op dat systeem gewoon met SIS of met adminrechten dingen te kunnen runnen. Dus ja, als je helemaal op een systeem zit met adminrechten, dan heb je geen malware meer nodig. Dan kan je in feite natuurlijk alles doen. Ja, nee, precies dat. En dat blijft natuurlijk toch. Ja, het is in die zin wordt het een beetje een soort. Het is een heel oude metafoor, maar een vastzittende langspeelplaat. Ja, wat dat betreft. Van de toch zo. Zet MFA aan. Ja, ja, maar goed, het is natuurlijk toch. Ik zie dat dit niet specifiek iets over deze tool. Nee, ik heb nog wel hier het identity plaatje, wat inderdaad dit onderstreept. Maar nee, dat is natuurlijk exact wat. Wat we toch blijven zeggen. En wat Brett Arsenault, onze CISO, ook altijd zegt van ja, hackers don't have to break in, because they can just log in. Terwijl we inderdaad allemaal aan het nadenken zijn over hacking en exploits en noem maar op. Ja, we zijn natuurlijk gewoon ergens een account en een wachtwoord vandaan gefietst. En succes om te onderscheiden of dat Erik is die vanuit Zevenbergen inlogt, of Yevgeny die met jouw account vanuit Rusland aan het doen is. Hypothetisch voorbeeld uiteraard. Maar zie je, ik had wel gelijk. Ja, nee, precies. Inderdaad, dit was het grafiekje waar we het net over hadden. Ja, nee, inderdaad. Dus de strong authentication zit volgens mij staat hij hier op 22%. Want dat was zo werd volgens mij eerder ook gepubliceerd. Ja. Maar de laatste keer dat ik het opzocht, toen stond het op 25%. Klopt, en inderdaad, de 33, dat zijn de beheerders. Dus die zijn iets hoger. Nog steeds natuurlijk heel laag. Ja. En beheerders, dat is ook zoiets wat niet per se voor promotie, maar dat is wat met Ethic ook als een van de voorbeelden altijd noemen. Van een beheerder heeft nou juist het recht ook om voor zichzelf het weer uit te zetten. Dus als je als organisatie een soort van configuratie bouwt om het af te dwingen dat iedereen MFA moet hebben, dan kan het zomaar zijn dat de beheerder voor zichzelf regelt dat hij dat niet hoeft te doen. Ja. En dat kan je dan stout vinden en voel je zeggen tegen die beheerder. Maar dan moet je het wel weten ten eerste. Dus dat is de reden om daarop te monitoren of dat gebeurt. Maar het kan ook een indicator zijn dat er dus iemand toegang heeft gekregen tot het account van die beheerder. Ja. En heeft gedacht van ik zet even een MFA aan om die toegang ook makkelijk te behouden. Ja, ja, juist dan wil je natuurlijk het seintje krijgen. Ja, dus, en het seintje dan misschien niet naar die beheerder sturen. Maar nee. Ja, joh, MFA. Nou, dat is trouwens wel iets wat je ook niet per se hebt, maar wat je wel kunt aanzetten, is dat als er iemand het MFA uitzet of het wachtwoord wijzigt, dat je daar zelf ook een e-mail van krijgt. Ja, als precies. User. Ja. Ja. Ja, klinkt een beetje, dan denk ik heel vaak zeggen, ja, maar dat weet ik, een wachtwoord even gewijs, maar stel je krijgt die e-mail, je hebt precies. Dat is natuurlijk, ja, en inderdaad, natuurlijk de vraag of iedereen dat leest en er iets mee doet. Maar het is wel logisch, denk ik, om te doen. En in dat andere grafiek, die linker grafiek, in dat plaatje, daar staat users compromised by attack category. En dit zijn, er staat dan onderaan, er zijn verschillende balkjes, breach, replay, password spray of other. Ja. Wat grappig is, dat je bij password spray, dat je een enorme piek ziet in maart. Ja, die had je misschien niet voorbereid waar die piek vandaan komt, maar dat is wel interessant. Want password spray is toch
één wachtwoord proberen op alle users in de tenant. Of niet? Dat is toch een password spray attack? Klopt. Sorry, ik zit ondertussen heel even de kleurtjes te kijken hoor. Oké. Nee, password spray is inderdaad gestolen passwords die je probeert los te laten op een tenant. Ja. 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 Oké. Okay. En dat is dan in maart in één keer heel erg. Ja, klopt. Nee, maar ik dacht even dat het donkerblauw was, maar het is de lichtblauwe inderdaad. Ik moet even mijn hoofd te draaien. Nou, weet je, je ziet daar twee pieken, ook eentje die. Wat we daar bijvoorbeeld in ieder geval zagen vorig jaar, ik weet niet helemaal zeker waar deze piek begin dit jaar weer vandaan komt, maar dat er in ieder geval die Hafnium groep, die dus verantwoordelijk was voor de hack voor die kwetsbaarheid in on-premises exchange vorig jaar, ja. Dat die heel veel van de gestolen gebruikersnamen wachtwoorden die ze toen in handen gekregen hebben, eigenlijk later is gaan misbruiken. Dus die hebben een aantal dingen gewoon op de plank laten liggen en zijn ze later dat jaar gaan toepassen. Dus even te kijken. Nee, we hebben voor die van maart hebben we niet een hele duidelijke verklaring voor. Anders inderdaad dat we zeggen, de attack volumes were highly volatile. Ja, dat het inderdaad heel erg heen en weer gaat. Ik geloof niet dat we daar een hele duidelijke verklaring hebben van. Er is toen nog weer een hack of een incident geweest, waardoor er ineens een grote berg. Nee, maar ergens heeft iemand. Dat is natuurlijk op zich wel logisch te verklaren. Iemand heeft ergens in één keer een bulk aan data vandaan en gaat het. Vermoedelijk zou zoiets kunnen zijn, ja. Inderdaad. Dus die heeft dat of op dat moment of korter of langer daarvoor. En ja, vond op een gegeven moment dat een goed moment was om dat te gaan doen. Het is ook rondom de inval in Oekraïne. Dus nee, daarom. Dus daarom zat ik ook te denken of het toch nog weer aan diezelfde groep gerelateerd is. Maar we hebben het niet in de uitleg of de toelichting erbij staan. Inderdaad. En je ziet hier ook rechtsbovenaan staat dan volume of detected token replay attacks. Wat moet ik daarbij bij bedenken? Ja, dat zijn waarbij je dus bijvoorbeeld van die single sign-on-achtige toepassingen hebt. En waarbij het dan toch op de een of andere manier mogelijk is om het toegangstoken of nou een cookie of iets vergelijkbaars is, een sessie die op een of andere manier ingeregeld wordt, dat je die onderschept of van het apparaat steelt of op wat voor manier ook en die als het ware nog een keer aanbiedt en daarmee jezelf voordoet als die persoon. En wat is daar de maatregel eigenlijk tegen dan? Dat hangt natuurlijk een beetje vanaf wat ik weet niet of je daar echt een hele goede generieke maatregel kan geven, want het hangt denk ik een beetje vanaf van hoe de methode geïmplementeerd is. Ik denk wel, dat weet jij waarschijnlijk beter dan ik, denk Theo, dat je kan het waarschijnlijk wel iets inbouwen of een token bijvoorbeeld vanaf verschillende plekken aangeboden wordt. Of... Dat vind ik een hele lastige. Ja, daarom hoopte ik hem dat ik hem naar jou kon. Er zijn wel vaak van maar kortdurend geldig. En vaak maar voor één specifiek doel. Ja. Dat scheelt een beetje. Dat je vaak hebben die ex en refresh tokens een bepaalde scope. Dus je kan je niet opeens voor hele andere dingen gaan gebruiken. Maar goed, een normale token die je kan refreshen is 90 dagen geldig. Maar haal je een token uit netwerkverkeer of haal je een token vanaf een device? Nou, netwerkverkeer is tegenwoordig natuurlijk wel lastig. Ja. Maar je kan dus enerzijds vanaf device, anderzijds ook volgens mij met... je hebt nu toch Evil Engine X of zoiets was een aanval nu, hoorde ik pas iets over. Dat op een gegeven moment maar dan ben je gewoon een soort, wat ze noemen adversary in the middle-achtige attack is dat. Zo zet je eigenlijk gewoon een soort van nep site tussen degene die probeert in te loggen en het aanmeld doel, denk ik. Maar goed, dan heb je wel een token en dan ben je in principe, je hebt het wachtwoord niet, maar je hebt wel een geldige sessie voor heel veel zaken. Ja. Ja. Ja, we hebben best wel veel onderzoek gedaan naar U-Admin Phishing Panel. Dat wordt veel ingezet door criminelen om phishing aanvallen uit te voeren. Dus dan kan je een crimineel met weinig technische skills, die kan daar zijn aanval mee opbouwen. Ja. Want die kan daar gewoon dat gewoon van de plank halen en
En het gewoon inzetten om een Rabobank website zo na te maken. Of PostNL of ABN of ING. Weet je, ik noem ze allemaal maar eventjes. Ja. Niet per se gelinkt aan één bedrijf. Maar dat speelde eigenlijk al. Vooral rondom bankfraude en bankphishing, dat soort dingen. En nu hoor je dus eigenlijk ook dat een beetje soortgelijke methodes dus ook ingezet worden om MFA te omzeilen of te doorbreken. Dus jouw zescijferige code of zoiets, weet je, wat gegenereerd wordt, op te vangen in een nepwebsite en dan door te sturen naar de echte website waarop je wordt aangemeld. Ja, precies. En dan krijg je natuurlijk toch weer dan die number prompt-achtige dingen. Ja. Natuurlijk wel weer iets bij kunnen helpen. Maar ja, ook dat bouwen ze dan ook na. Ja. Weet je, dat is gewoon van, de website zegt 25. Ja. Ik vraag dus ook om 25. Ja, dat kun je ook weer doorgeven. Ja, precies. En ja, dus het wordt wel, weet je, als je die, daar moet je dus ook weer rekening mee houden. Dat ook de plek waar je MFA wordt gegenereerd naar de URL moet kijken om te zeggen van, is het wel betrouwbaar? Ja, waar komt dit vandaan? En, ja. En daar is natuurlijk ook wel precies zoiets van waar we ook misschien wel weer een beetje in een soort wedloop dreigen te verzanden, dat we konden denk ik lang van MFA zeggen van, ja, met conditional access en kun je dat best wel zo inrichten dat je niet voor elke scheet en elke klik weer iets op je telefoon krijgt en dat daardoor dus eigenlijk misschien niet eens heel ongebruiksvriendelijk is. Zeker als je iets doet met biometrie op je apparaat, dat misschien zelf wel prettiger werkt dan een wachtwoord. Maar ja, als we daar nu weer dingen aan toe moeten voegen van, ja, je moet ook af en toe weer een cijfercode van je scherm in gaan voeren op je telefoon. En dan gaat dat ook weer een beetje de verkeerde kant op natuurlijk, helaas. Wat ik zelf nog wel op zich wel hoop mee heb, is dat je ook nog een stapje verder kan gaan en richting passwordless authentication kan configureren. En dan zeg van, we maken het één stap moeilijker, maar we maken het ook één stap makkelijker tegelijk. Of misschien nog wel makkelijker dan ooit om aan te melden. Ja. Mits je wel inderdaad die app op jouw telefoon wil installeren dan weliswaar. Ja. Dat vind ik wel heel erg mooi werken. Ik heb ik heb ook contact gezocht met de mensen die met de nieuwe bio-standaard bezig zijn. Oh ja, want daar staat er waarschijnlijk nog steeds in dat je wachtwoord elke zoveel dagen moet veranderen. Dat staat er nu in. In de huidige versie van bio, dus dat is de baseline informatiebeveiliging overheid. Die schrijft eigenlijk nog voor dat gewoon eigenlijk de oude principes van sterk wachtwoordmanagement, zoals die door NIST werden voorgeschreven, inderdaad zoveel karakters en ook complexity eisen. Dus er moet een naamstaartje staan. Dat soort dingen. Nou is NIST daar volgens mij inmiddels al een jaar of 5 of 6 van af. Ja. En de mensen, dat is een zo'n heel gaaf blog, een zo'n kerel die dat oorspronkelijk zo heeft bedacht en heeft opgeschreven, die de hele wereld zijn welgemene excuses. Ja, een soort van mea culpa, sorry. Het spijt me echt heel erg dat ik dit de wereld heb aangedaan. Het is een soort van, echt zo'n besef van, shit, het is echt heel erg, ik heb echt een heel groot probleem veroorzaakt. Van het resultaat van al die complexiteitseisen is dat mensen juist makkelijk voorspelbare wachtwoorden gaan bedenken om ze nog te kunnen onthouden. Ja, oké. Dus de NIS is al lang vooraf. Nou, de banken allemaal nog niet, dus die moeten dat dan nog gaan implementeren. Maar ook de bio dus nog niet. Nou, er komt dan een nieuwe versie van de bio. Daarin hebben ze al gezegd van, daarin gaan ze dus gewoon mee in de nieuwe ideeën die er zijn rondom veilige wachtwoorden. Maar er staat wel ook MFA beschreven. Hè? Dus het MFA, volgens mij niet van, gij zult altijd MFA, maar wel daar waar het kritische systemen betreft of zo. Maar het staat natuurlijk nog niet zoiets in als van, nog beter is passwordless of zo. Dat zover zou ze denk ik ook niet durven te gaan. Maar er staat ook niet in van, passwordless is ook goed. Ja. En dat zou denk ik wel handig zijn. Want anders gaan ze een nieuwe versie van bio introduceren. En dan ga je, weet je, als er iemand zou bedenken van, hé, waarom zouden we niet passwordless doen, dan krijg je een hele discussie eerst van, maar in de bio staat, dan moeten we wachtwoord. Dus. Ja, en dan precies, dus ben je voor je weet weer 10 jaar verder voordat er ergens iemand... Ja, dus nou hebben ze, hopelijk was het idee om het misschien niet zo expliciet te vermelden in de
in de polis, maar wel in een FAQ die ze dan erbij melden van, ja. Is passwordless ook compliant, zeg maar. Ja, precies. En daar dan een antwoord op te geven. Ben ik wel benieuwd wat het antwoord is, maar Ja, en dat, ik vind dat altijd wel, ja, kijk, jammer dat we dat sowieso compliant dan natuurlijk als het soort van, ja, oké genoeg gezien wordt. Dat het is af en toe ook wel heel ambitieloos. Dat is wel. Ik moet wel zeggen dat wij hebben dus vrij snel de passwordless ingeschakeld. Om gewoon te kijken, ja, dan willen we dat ervaren. En het is wel interessant, dus zodra je dat doet, dat je in één keer wel veel vaker geconfronteerd wordt met de MFA-push, ja, spam. Want ja, ineens heeft ze geen wachtwoord meer nodig om jouw account proberen over te nemen. Dus nee, het zijn precies, dan gewoon geautomatiseerde bots, denk ik, die mijn e-mailadres die stap al voorbij gekomen zijn. En dus krijg ik een prompt van, probeer je in te loggen? Ja. Nee. En daarvoor is het dus wel echt noodzakelijk om dat nummer matching aan te zetten. Want ik ben dan bewust op nee drukken. Ja, maar als je op een gegeven moment een keer 50 achter elkaar krijgt, of het gebeurt een keer s'nachts, dan druk je misschien op een gegeven moment wel op approve uit ergernis. Of tegelijkertijd als je zelf aan het inloggen bent. Ja, dat is natuurlijk inderdaad, als je de timing goed doet, dan Ik vond het ook wel interessant dat toen hadden we dat en toen viel het mij ineens heel erg op dat bij Adobe, wij maken nog ouderwets gebruik van Adobe. Als je bij Adobe probeert in te loggen, dan krijg je eerst de MFA-prompt en daarna het wachtwoord. Dat is interessant. Oh. Ik denk, dat is eigenlijk interessant. Waarom dan? Ik dacht eerst van, dan hoeven zij natuurlijk nooit te publiceren dat hun wachtwoorden zijn gelekt. Slim. Maar dat was misschien iets te negatief gedacht, want dat zou een reden kunnen zijn. Van, dan kom je er nooit achter dat iemands wachtwoord blijkbaar gelekt is, weet je wel. Ja. Want ze komen niet door die MFA-prompt heen. Maar Rick die zei van, het kan er ook gewoon mee te maken hebben dat door passwordspraying, dat hun systemen gewoon zo gehammerd worden met gefaalde loginpogingen, dat ze gewoon, probeer eerst maar gewoon een wapen. Spring eerst maar eens door dit hoekje. Ja, dan mag je wachtwoord proberen. Dan gaan we je wachtwoord wel eens checken. Dus ik denk dat eigenlijk eerlijk gezegd dat de redelijker uitleg is van waarom ze dat hebben gedaan. Maar het vond wel interessant, denk ik. Ja, en dat je daarmee misschien dan dus ook voorkomt dat je heel veel geblokkeerde wachtwoorden krijgt of zo. Van, inderdaad met een password spray dat je na 3 of na 5 pogingen. Ja, precies. Dat soort dingen allemaal. Dat je gebruikt. Dat hoeven ze nu niet te doen. Nee precies. Terwijl het wachtwoord wel gelekt is. En het probeer ook eens vaak dat je natuurlijk weggeeft dat het wachtwoord juist is. Alleen dat er nog een MFA nodig is. Omdat je moet of een dialoog maken waar het beide gevraagd wordt. Maar als MFA optioneel is, dan moet er een situatie komen dat het backend zegt, oké, het is goed, maar ik heb ook nog MFA nodig. Ja, dus dat is best wel interessant, hè? Ja. Daar hebben we zelf ook dat probleem gehad, van hoe los je dat op in je GUI en wat voor communicatie heb je dan nodig? En het simpele antwoord is gewoon de volgorde omdraaien. Kom je nu mee? Dus dat is een manier om het inderdaad in volgorde andersom te doen. Ik had hem nog niet eerder gezien. Interessante, denk ik. Ja, volgens mij bij Authenticator kan je dat niet configureren, trouwens. Je kan niet de volgorde omdraaien. Je moet er echt... Denk het ook niet, tenminste, volgens mij niet. Nee. Maar je hebt weer een plaatje klaar staan. Ja, precies. Ik zit er ondertussen gewoon een beetje doorheen te bladeren. Ja, zal ik hem delen? De ene kant die bell curve die we net zagen, maar waarbij we eigenlijk ook wel ik blader nu zelf, klik ik hem verkeerd aan. Waarbij we het eigenlijk ook koppelen aan een pleidooi dat, eigenlijk een beetje wat ik net ook al zei, van dat business en security eigenlijk veel dichter tegen elkaar moeten gaan zitten. Dat je juist doordat dat nu heel erg in silo's en losse afdelingen gedaan wordt, je eigenlijk uiteindelijk veel minder weerbaar bent. Je creëert ook een beetje dat, wordt ook wel vaak natuurlijk gezegd, van we hebben dan bijvoorbeeld lines of defense. Dat wordt in sommige gevallen worden dat ook layers of excuse. Dat wordt dan ook van, dat hoef ik dan niet per se op te lossen, want het gaat na mij nog naar iemand anders. En daarna kijkt internal audit er ook nog naar. Dus dus om eigenlijk die verantwoordelijkheid ook gewoon meer gedeeld bij iedereen neer te leggen. Aan de ene kant dus
toch maar weer de business meer voor security verantwoordelijk te maken. Maar ik denk ook dat security met name ook gewoon veel beter moet snappen, ja, hoe werk eigenlijk werkt. En ja, hoe we security daar omheen moeten modelleren. Waar denk je dan aan gewoon niet een security afdeling te hebben? Of misschien wel operationeel, maar niet... Ik weet niet of je... Ik weet niet of je hem helemaal weg zou kijken. Je hebt natuurlijk altijd wel van die modellen dat je van een soort van vooruitgeschoven posten hebt. Van of je het nou security champions of hoe je het ook wil noemen. Waarbij je zegt van nou, je hebt een soort van kernteam wat er echt van is. Maar die hebben allemaal vrienden in de rest van de organisatie. Die misschien ook de eerste wat makkelijke vragen kunnen oplossen. En ook vooral bijvoorbeeld bij alles altijd een beetje het security geluid kunnen laten horen. Ik denk dat dat... Dat best een goed model kan zijn. Ik denk daarnaast even kijken, wat zijn nog tweede deel van je vraag? Helemaal geen security afdeling. Oh ja, nee, precies. Alleen wel operationeel. Nee, precies. En ik denk dus daarnaast, ik zou eigenlijk hopen dat. Ik denk dat security afdelingen zichzelf misschien ook wel gewoon wat breder moeten of kunnen definiëren. Zodat je als je jezelf ook meer toch een beetje die trustrol eigenlijk toe-eigent, om het maar zo te zeggen. Dan maak je jezelf misschien ook meer business relevant. Want dan gaat het misschien ook niet meer alleen om, we willen niet dat er dingen misgaan met de computers, even flauw gezegd. Maar het gaat er ook over dat een klant vertrouwen heeft om bijvoorbeeld onze website te gebruiken. Ja. Dan is het dus ook heel zinnig dat ik bijvoorbeeld met het team wat die site maakt, nadenk over een meer gebruiksvriendelijke manier van inloggen. Of dat we bijvoorbeeld niet je geboortedatum nodig hebben als we eigenlijk alleen maar willen weten hoe oud ben je ongeveer. En dat je op die manier als het ware ook probeert om jezelf misschien ook wel wat breder relevant te maken. En dan verdien je misschien ook wel wat meer die seat at the table, die we eigenlijk altijd zeggen dat we die willen hebben. Waarbij we dan denk ik toch nog iets te vaak, en ik bedoel, ik chargeer natuurlijk nu heel erg en er zijn heel veel voorbeelden alle kanten op waar het beter of slechter is. Maar we zijn natuurlijk nog steeds wel een beetje... het kind wat heel lang gezegd heeft dat ze aan de dinner table, aan de grown-ups table, bij de volwassenen willen zitten. Ja, precies. Maar dan zijn we daar nog steeds wel een beetje toch nog iets te veel vanuit de technische blik, toch nog iets te veel bezig met, nou heb ik het stuk gemaakt en nu mag jij het weer opbouwen. Misschien niet altijd even goed snappend dat wat wij doen echt wel heel belangrijk is, maar dat een bedrijf of een organisatie nog 50 andere dingen doet die ook heel belangrijk zijn. Ja. En dat we... en dat wat wij aan het doen zijn, die dingen misschien nog wel iets te vaak dwars zit. In plaats van dat we nou goed nadenken van hoe kun je nou zorgen dat het veilig en ook min of meer bruikbaar is. Ja ik denk dat wel handig is. Ja, ik weet wel dat we bij Dearbytes hadden we dan iemand die de verantwoordelijkheid had, in min of meer een CISO-rol, om... gewoon het beleid uit te zetten en het plan te maken, weet je wel. En een soort van de plan-do-check-act-cyclus erin te krijgen. En die ook te bewaken. Maar die wilde ook inderdaad heel graag gewoon binnen de verschillende teams... een aantal frontrunners hebben. Die het soort van het gingen verkondigen en gewoon zorgt voor implementatie in het gewoon normale werkproces. Het is denk ik een mindset die veel van de mensen in ons vakgebied niet van nature hebben. Want we zien natuurlijk en terecht vaak de problemen en de bezwaren en de gevaren. Maar misschien moet je dan ook nadenken van hoe kun je misschien haast kunstmatig dat dan iets meer inbouwen. Dat je, er was op een gegeven moment ook een column ergens in een van de kranten waar het dan misschien meer waar het meer op het juridische vakgebied betrokken werd. Waarbij iemand ook zei van je zou bijna in een organisatie een kan wel jurist moeten hebben. Dus iemand vanuit de juridische afdeling die bij wijze van spreken met een soort thinking hat op, echt alleen maar het idee van maar hoe kan het dan wel? Ja, precies. En eigenlijk is dat natuurlijk ook een beetje wat we moeten ook een beetje het kan wel security team hebben. Die dan dus zegt van hoe je het bedacht hebt, ik snap wat je wil.
Ja, misschien moeten we hier nog een paar dingen wat anders doen. Maar ik ga je helpen. I'm from security and I'm here to help. Ja. Het is om een beetje analogie die. Want eerder deze week was bij een andere sessie. En daar werd natuurlijk, zoals altijd, dan wordt er altijd geroepen van we hebben een deltaplan nodig. Want dat is natuurlijk altijd in Nederland als we zeggen van er moet iets groots gebeuren. Ja, dan moet je eigenlijk eerst altijd zeggen dat het chefzagge is. En dan vervolgens moet je komen dat er een deltaplan moet komen. Watertel. Precies. Maar ik vind het op zich altijd wel een mooie vergelijking. Omdat het juist dit onderwerp heeft heel veel van de dingen wat cyber ook heeft. Want het is aan de ene kant een veiligheidsding. Maar het is ook economie en het is ook milieu. En het heeft juist die brede aspecten. En ja, om die vergelijking door te trekken. Ik denk dat we ook dus veel meer moeten zoeken naar niet alleen de... Nou, laat ik zeggen, de eerste dammen die we bouwden, laten we zeggen de Gevelingen, Haringvliet, noem maar op, waar het gewoon alleen het water dicht zetten. Ik ben nog van de generatie die nog wist dat ding geopend werd. Ik wil een Oosterscheldedam. Ik wil een dam die in principe open staat, zodat we ook het milieu en de vissers en noem maar op hun belangen goed vertegenwoordigd zijn. En die dicht kan als het moet. En precies dat hebben we natuurlijk eigenlijk in Nederland... Ja, heel lang ervaring mee en is, we hebben niet voor niks het poldermodel wat dat ook op allerlei manieren eigenlijk al eeuwenlang probeert te regelen met al die verschillende belangen. Dat eigenlijk moeten we dat dus ook veel meer in security proberen in te bouwen of in ons achterhoofd te houden. Ja, ik denk wel dat de belangrijkste reden waardoor dat moeilijk gaat zijn om te implementeren, het begint natuurlijk ergens met het hebben van de juiste visie en een plan, zeg maar. Van ja, wat gaan we doen? Maar daarna van ja, wie gaat dat doen dan? Ik hoor nu zoveel om me heen dat er organisaties, met name in de publieke sector, bezig zijn met een SOC op te gaan richten. Ja. Dat ik denk, oh jongens, dit wordt echt een probleem, want iedereen zit dan een beetje in dezelfde in dezelfde sector. Ja, en iedereen probeert diezelfde mensen aan te nemen, maar heeft het te weinig om 24/7 iets te doen. Ja. Dus we moeten met de hackers afspreken dat die alleen tijdens kantooruren aanvallen. Precies, dus als ze die doelstelling nou echt serieus nemen, dan krijgen we echt gewoon een probleem met z'n allen. Want dan gaan er allemaal andere mensen rondlopen of niet. Of het wordt allemaal hartstikke duur en ik wat. Of ze hebben het plan, dan komen erachter van dit gaat niet werken. En dus dan doen we het maar weer niet. En dan... Nou, zijn we weer 2 jaar verder. Ja, maar dat is... Ja, en dat is natuurlijk een beetje die mix van... Wat ik eerder volgens mij ook net zei van... Het is soms zo ambitieloos. Aan de ene kant als zo ambitieloos. En aan de andere kant doen we dan soms gewoon de dingen die... Ja, die nou eenmaal makkelijk zijn of die meetbaar zijn. Zodat het wel lijkt of we iets doen. Zonder altijd even goed na te denken van... Is dit nou het juiste? Geeft dit nou echt de schaalbaarheid? Inderdaad niet bij dit soort dingen heel erg nadenkt van kunnen nou niet alle onderdelen van de overheid in een bepaald onderdeel samen een SOC bouwen allemaal dat soort dingen dan is het inderdaad heel verleidelijk om 2-3 jaar lang druk bezig te zijn met dat SOC te bouwen wat dan inderdaad misschien wel helemaal niet lukt en dan Het stomme is heel vaak, het bouwen van SOC, ik heb het zelf ook meegemaakt in het verleden, is dat eigenlijk een soort van dat zet je in. Dan begin je in eerste instantie letterlijk met het bouwen van het SOC, als in de fysieke omstandigheid. Ja, je moet sowieso een scherm hebben voor een pew-pew map, want anders dan... En als je dat dan eenmaal hebt, en dan is het heel vaak eigenlijk van... Ja, ja en nu? Ja, maar dan is eigenlijk alle erkenning is er dan al uit, want dan is het gewoon van, het SOC is er. Ja. Maar dan begin je pas, weet je wel. Dan duurt het misschien nog wel 2 jaar voordat het team wat daar dan komt te zitten, als je ze al kunt vinden, voldoende ingebed is in de organisatie en voldoende mee kan lopen met de processen om echt... Maar dit zijn ook weer... Kijk, en dan ben je dat ondertussen aan het doen en dan ben je niet in die tussentijd MFA aan het aanzetten. Dat klopt ook nog, dat vind ik vind het ook zo... vervelend van de industrie, dat het nog zo vaak echt vanuit een soort van nulpunt wordt geredeneerd. Dat heeft een beetje met ISO 17001 denk ik te maken. Een soort van dat voorschrijven van ga maar je eigen risico's in kaart brengen. Dat is gewoon... ik snap helemaal precies wat de bedoeling ervan is en natuurlijk goed, alleen... Ja, als iedereen nu nog helemaal bij nul gaat beginnen
wat zullen we eens voor maatregelen? Ja. Dat is gewoon echt ontzettende onzin. En veel beter kan je gewoon zeggen, we pakken een standaard, weet je wel, gewoon iets wat gewoon werkt en bewezen is van, dat doen we. Dat gaan we gewoon eerst goed laten functioneren en daar controle over krijgen. En dan gaan we vanuit dat punt stapsgewijs een beetje verder bouwen. En er zijn ook wel steeds meer mensen die er zo naar kijken. Of die dan, en dan lopen ze erin vast van verdorie, welke standaard zal ik eens pakken? Ja. Maar het komt toch ook echt nog vaak voor dat echt gewoon vanuit blanco sheet wordt geredeneerd. En onafhankelijk blijven en weet ik wat allemaal. En blanco sheet is tot daar aan toe. Dan hoef je misschien niet jaren legacy mee te nemen. Maar maak dan inderdaad die sprong naar meteen een wat modernere aanpak. En dat, wat dat betreft af en toe wel het gevoel. Zeker ook, dan wil iedereen ook ineens threat intel hebben. En dreigingsinformatie gaan uitwisselen. En dat je af en toe het gevoel hebt van we zijn bezig om een betere buienradar te bouwen, die nog nauwkeuriger kan voorspellen dat het niet over 2 uur, maar over 1 uur en 33 minuten gaat regenen. Maar bij de deur naar buiten hebben we een grote bak met paraplu's en daar hangt een kapstok met allemaal prachtige Gore-Tex jassen. Ja, en die vergeten we aan te doen of op te steken. En dat is nog steeds weer een beetje van toch iets te veel focus op wat interessant is, wat misschien soms ook wel een beetje spannend is. Wat soms ook meetbaar is. En vergeten we toch die dingen die uiteindelijk de echte impact hebben of die echte mensen raken, om het zo te zeggen. Exact. Heb je nog wat vanuit het rapport dat je denkt van deze is boeiend? Ik zit even te kijken. Volgens mij hebben we uiteindelijk, omdat we zeiden dit was een enorm deck, we hebben best wel wat van de slides uiteindelijk even op het scherm gehad. Even kijken, er zit nog een heel stuk over influence operations in. Ik denk dat voor nu, dan gaan we weer helemaal de andere kant op. Oei. Ja, precies. Nee, laten we kijken, hoor. Dat is ook weer zo'n stukje van de puzzel. Er zit ook nog, maar kijk, in die zin, dat geeft ook wel weer aan van, kijk, we zijn er nu even een beetje kriskras doorheen gegaan. Kijk, er zit ook nog weer een heel stuk in over bijvoorbeeld over IoT-achtige apparaten of OT-omgevingen, wat ineens weer een heel andere manier van natuurlijk dingen beveiligen is, waar het ook soms iets te makkelijk is om te zeggen, ga maar zero trust doen en moderne security operations. Ja, wacht even, deze machine kost een paar miljoen. Elk jaar dat ik die in de lucht hou, is een succes voor mij als manager van deze fabriek. Ja. Dus dat is ineens nog weer een heel ander domein. Wordt dus inderdaad ook aangehaald, grafiekje wat we op het scherm zien, waar een aantal firmware images bekeken worden van apparaten die aan het internet verbonden zijn. Waar bijvoorbeeld ook kritieke kwetsbaarheden in zitten die meer dan zes jaar oud zijn. Geeft ook wel weer aan van dit is nog een hele andere tak van sport waar aan de ene kant denk ik een aantal inhaalslagen te maken zijn, maar waar we ook natuurlijk gewoon domweg moeten nadenken van hoe kun je dit soort apparaten updatebaar op de markt brengen? Ook wel misschien op een bredere manier van wie moet vervolgens daar de rekening voor betalen? De consument wil een goedkoop apparaat. De fabrikant heeft dus ook niet echt een incentive om te investeren. En in sommige gevallen is het echt de slachtoffer, zit dan nog weer daar helemaal buiten. Want dan krijg je misschien wel die slimme camera, wordt gehackt en gebruikt hem een DDoS op iemand anders uit te voeren. Ja, dat is het echte slachtoffer. En de camera doet het ook nog gewoon. En de camera doet het ook nog steeds. Dus er is niemand in de transactie die eigenlijk überhaupt een probleem lijkt te hebben. Dus om daar vervolgens ook bewegingen te krijgen, zul je waarschijnlijk ook moeten kijken van moeten dan toch duidelijke standaarden komen, duidelijke afspraken. Ja, maar volgens mij is de EU nu, ik weet niet hoe ver ze nou zijn met richtlijnen, maar er komt toch wel echt een... Hier komen wel van dit soort richtlijnen over, van dat je mag je apparaten niet meer met zwakke wachtwoorden. Maar ook nog zo lang na verkoop moet je het blijven voorzien van updates.
ik denk dat dat nog steeds, er zijn natuurlijk nog steeds wel apparaten waarvoor dan geldt van ja, dat komt dan dus op een gegeven moment waarschijnlijk in zijn gebruiksduur buiten die periode dat de leverancier daar dus verantwoordelijkheid voor draagt. Ja. Omdat je het langer wil blijven gebruiken dan dat die richtlijn of die wet voorschrijft. En ja, en dan, weet je, wat gebeurt er dan? Met name op industriële sfeer is gewoon, het is de levensduur natuurlijk veel langer van apparaten. Ja. Dus het gaat nu over 2 of 3 jaar. Nee, precies. Maar, en dat, dus dat, ja, daar moet je inderdaad nog wel echt goed over nadenken. Hoe dan, is één ding wat je op consumenten afvuurt of stuurt, maar... Ja, precies. Ja, ja, en dat is steeds meer een soort van... aan het convergeren, dat diezelfde apparatuur die eigenlijk een soort van consumentendoeleinden heeft, dat het ook gewoon zijn plek in kantooromgevingen krijgt, zelfs die slimme camera's. Ja. Dus ja, goed, anyway. Heb jij ook, vanuit jouw rol, ben je ook bezig met Microsoft Sentinel? Niet, ja en nee. Kijk, ik ben in mijn rol... probeer ik een beetje op afstand, zeg maar, van de accountteams en ook wel van de productteams. Eigenlijk is dat juist bewust om als het ware een iets neutraler beeld te kunnen geven. Zonder dat we wat mensen het idee hebben van goh, daar heeft ook nog iets te verkopen. Ja, precies. Maar het is wel een van de producten waar met name het stuk van waar we het net even over hadden, bijvoorbeeld die schaalvergroting en samenwerking, waar het wel een van de producten is die natuurlijk het meest daar langskomt. Van ja, hoe kun je, de wereld verandert, al die losse socks waar we het net over hadden, ja, als die geen inzicht hebben bijvoorbeeld in hoe je een cloud of een hybride omgeving in de gaten kunt houden, dan... Ja, kun je wel doen alsof er fantastische dingen gebeuren op die grote schermen, maar mis je waarschijnlijk wel het een en ander. Ja, dat, ja, je kijkt sowieso nooit naar die grote schermen. Dus nee, nou ja, alleen als er iemand langskomt. Precies. Ja. Dus de supervisor. Die precies. Nou met we hebben een executive visit. Ja. Maar nee, want wat ik wilde vragen, misschien is dat helemaal ook niet per se aan jou hoor, maar dan weet je misschien hoe andere Microsoft-collega's ermee omgaan. Dus van hoe kan je nou enigszins een idee krijgen bij de kosten, het kostenplaatje wat aan Microsoft Sentinel gaat hangen. Als je besluit, oké, ik ga daar mee werken voor logging, monitoring en zo. Ja. Ik ga er data in stoppen. Ja. Ik weet dat er hele rekenmodellen zijn om dat uit te rekenen, maar het is voor een deel natuurlijk, de tool is gratis, er zijn een aantal logbronnen die je er gratis in kan stoppen. Mits je de licentie hebt om daar data in te genereren, maar dat is weer een ander ding. Maar dan zijn er ook een aantal logbronnen die dat niet zijn. Die zijn niet gratis. Ja, dan kan je kiezen voor een bepaalde retentie, je hebt bepaalde vormen van logstorage. Je kan, weet ik veel wat allemaal nog meer. En dan heb je ook nog, volgens mij, als je een uitgebreide licentie hebt, een bepaalde soort van bandbreedte van kosten die je mag maken zonder dat ze extra, zonder dat die extra in rekening worden gebracht. Maar, wat is het antwoord dat hier gegeven wordt? Van, geef mij allemaal parameters en dan reken ik voor jou uit? Of? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Nee, moet ik je bekennen. Nee, dat in die zin zijn dit wel precies de onderwerpen waar ik juist wat meer op afstand van sta. Ik denk wel, in het algemeen, dit vind ik altijd wel lastige aspecten, zeg maar. Van, kijk, we zeggen natuurlijk in het algemeen wel vaak van... juist complexity is the enemy of security. Ja. Juist dingen simpel en begrijpelijk houden. Ja, daar is ook veel voor te zeggen. En ik vind dat in het algemeen bij veel van dit soort producten vaak het lastige. Dat je dat er dus juist zo'n soort kostenaspect zit. Van, ja, het liefst zou je eigenlijk zeggen van stop er alsjeblieft zoveel mogelijk in. Want hoe meer je erin stopt, hoe meer inzicht je er ook uit krijgt. Ja. En is het dus... Ja, dat vind ik waarschijnlijk meer persoonlijk dan namens Microsoft. Maar dat is altijd best wel gek dat je dan dus ook eigenlijk een klant dwingt om heel erg na te gaan denken van ja, wacht even, het liefst wil ik er zoveel mogelijk instoppen. Maar ja, dan wordt het toch weer een beetje duur. Dan ga ik toch maar wat filter aan de voorkant of alvast wat dingen weggooien. Ik geloof wel dat je kunt limiteren. Hè? Dus je kan zeggen van nou, weet je wel, we zetten het aan, we stoppen erin echt tot
alles, weet je wel. Maar het mag max zoveel kosten per maand. En dan gaan we eens even kijken wanneer, hoe snel we dat punt bereiken. Ja, maar ja, het liefste zou je een soort van, voordat je het helemaal een soort van trial and error gaat doen, eerst een beetje een idee hebben daarvan. Ja, ik weet ook niet helemaal exact hoe dat werkt. Want ik kan me inderdaad wel voorstellen dat je, ja, dat het is één ding dat je dat op papier uitrekent, maar dat je daar misschien ook juist eens even wat mee wil, wil spelen als het ware. Van, goh, ik heb nu deze retentie ingesteld. Ja, hoeveel data genereert het? Hoeveel data genereert dat? Laat ik eens even een paar incidenten naspelen die ik toevallig gehad heb de afgelopen maanden en kijken of dat goed genoeg was geweest of loop ik dan ergens vast? Ik denk dat wil je denk ik inderdaad, het zou mooi zijn als je dat op de een of andere manier kan doen, maar durf ik niet te zeggen. Wie weet vind ik het nog een keer uit. Ja, nee, dus is wel, ik kan hem zeker eens even navragen bij wat collega's. Ja, ik denk dat iedereen verwijst naar de rekentools die er zijn. Ja, precies. En die ken ik wel, maar goed, wij proberen ook dingen op schaal te benaderen. Dus ja, en deels natuurlijk ook juist weer simpeler te maken, toch? Dus ja, want we hebben altijd een soort van de MKB ervoor ogen die inderdaad dus eigenlijk altijd een soort van niet geholpen is. En nu dan, die we wel hulp willen bieden. Ja, die is niet in staat om te beantwoorden van, joh, hoeveel logs ga jij genereren? Nee, die heeft geen idee. Nee, precies. Ik wil wat een log. Ja. We proberen naar iets. Nou, we kunnen het natuurlijk zelf ook testen. Hè. We kunnen het gewoon zeggen van, nou, we gaan het gewoon zelf eens een benchmark doen. En dat is dan maar even onze best educated guess wat dit ongeveer zou gaan kosten. Ja, en sowieso starten we met alleen de gratis bronnen. Dus dat... zover hebben we het al veilig gemaakt. Ja, precies. En dan krijg je misschien op een gegeven moment ook wel een beetje gevoel van, goh, bij dit type klanten, als we ongeveer in deze bandbreedte zitten, nou dan is dit per aantal gebruikers of per applicatie een reële bandbreedte. Maar Maar het is wel grappig hoor, dat ook gewoon het aanzetten van logging en dat soort zaken, dat is... Er is toevallig vrij recent ook een CISA-guideline gekomen, ik weet niet hoe ze het noemen, maar volgens mij blueprint, maar zoiets. Van hoe Azure AD geconfigureerd zou moeten zijn, wat hun betreft, om zo'n soort van veilig te zijn. Het komt wel in grote mate overeen met wat CIS ook voorschrijft. Ja. Maar het zijn wel aardige bronnen, maar zet bijvoorbeeld ook zet logging aan. Ja, dat hebben de meeste organisaties dus ook niet. Nee. Omdat als je gewoon je tenant aanmaakt, je log in en je gaat het gewoon gebruiken, dan staat dat niet aan. Nee. Dus dat moet je even bewust activeren. Ja, en dat was natuurlijk ook altijd wel ook nog de tijd dat ik zelf nog wat meer echt IR deed. Toen je Active Directory nog gewoon een echte server was. Ook, zelfs toen had je natuurlijk ook al wel dingen van dat lang niet altijd het detailniveau van logging er was. Want als je dat aanzette in een beetje grote organisatie, dan werd in no time roteerde die logs weer. Ja, precies. Omdat je gewoon te veel events had. Dus daar moet je ook echt wel een beetje even over nadenken en goed kijken van wat heb ik wel nodig, wat heb ik niet nodig. Ja. Ja, klopt. Ja. Goed, we hebben, je hebt ook verschillende logs, dat klopt ook. Maar we hebben dat nu met Ethic, is dat een van de belangrijkste dingen die we continu in de gaten houden. Dat staat voor iedereen logging aan. En het is ook zo dat bij elke nieuwe mailbox, die is nieuwe medewerker die in dienst komt, dat we dat opnieuw moeten aanzetten. Maar goed. Ja, dit zijn natuurlijk precies van die dingen die volgens mij goed zijn om waar je dan inderdaad juist even net wat meer over nagedacht hebt van wat is logisch, wat maakt me echt secure of in ieder geval geeft me meer inzicht. Het is wel af en toe wel een beetje dubbel, want het zijn een soort van de basiszaken inderdaad die je moet regelen, maar als je ze al die basiszaken één voor één gaat uitleggen en je kunt, we gaan nu logging aanzetten. Dat zijn allemaal totaal onsexy dingen. Ja, nee, het is niet dat je tell me more. Ja, ja, precies. Ja. Dit is, dus wat we nu, waar we nu naartoe werken, soort van dat we dingen in soort van in thema's groeperen. Dus we zeggen van, oké, weet je wel, we hebben gewoon, we hebben überhaupt een paar dingen nodig om überhaupt die tenant te kunnen monitoren. En daarna hebben we het thema logging en het thema wachtwoord en het thema MFA en weet je wel zo. En dan bundelen we gewoon een hele hoop settings daar in één keer in. En dan kunnen we het wat
wat behapbaarder maken. En dan doe je dus een mix van dat je het aan de ene kant goed zet, maar ook er iets van uitleg bij geeft. Of, ja, dus, het thema aan zich leggen we uit. En dat een thema valt dan uiteen in één of meerdere controles. En die controles de huidige staat van de controle is goed of fout, weet je wel. Dus het staat al goed of het staat nog niet goed. Ja. En als het niet goed staat, dan bieden we ook aan om dat gelijk goed te zetten. Maar vanaf dat moment ook gewoon in de gaten houden dat het nog steeds zo staat. Ja, niet precies. Dat er iemand inderdaad, zoals wat ik net beschreef, zelf besluit een MFA weer uit te zetten of zo. Ja. Of om te omzeilen. En dat kunnen we ook allemaal uitleggen. Maar we hebben ook wel de indruk dat je ook een hele hoop van de klanten in de mindset zetten van ja, weet je wel, jullie zijn experts, dus ja. ik hoef het niet te begrijpen. Als jullie zeggen dat iets moet, dan doe ik dat gewoon. Ik hoef ook niet te weten hoe mijn auto werkt. Nee, en ik denk dat dus ook net zoiets is bij MFA. Ja. Alhoewel, ik weet ook wel dat je hebt natuurlijk, zeker in het MKB, zijn er gewoon van die typische directeuren die dan ineens zelf geconfronteerd worden met dat ze ineens dubbel moeten inloggen, dat niet hadden voorzien. Weet je, en dan een potje gaan lopen schelden van wie heeft het. Ja, inderdaad. Ik wil gewoon op mijn iPad of op mijn... Wat moet ik nou ineens met de telefoon? Dat wil ik helemaal niet. Nee. Ik wil gewoon werken. En dat maakt het af en toe denk ik heel erg lastig in die branche om dingen gewoon door te voeren. Ja, nee, precies. Dat is de... Ja, en dit is ook zijn, wat dat betreft ook een van de dingen die we... verder buiten dit rapport, maar waar we ook wel heel erg over aan het nadenken zijn en ook bijvoorbeeld met het Digital Trust Center in overleg zijn, is van nou hoe krijg je nou die lange, wederom die lange staart van kleinere bedrijven in beweging, want en verder dan nog maar weer eens laten we nog eens een webinar campagne doen en samen op een podium gaan staan, been there, done that. Yeah. Er is maar zoveel webinars die je kan kijken met z'n allen. Dat gaat het niet veranderen. Maar om daar ook wel te kijken van... kun je daar dus bijvoorbeeld ook inzichten uit... ik noem maar een aantal van die andere vakgebieden... of meer wat van die behavioral consulting-achtige bedrijven inzetten... die misschien ook samen met ons en dan het DTC kunnen kijken van... hoe kunnen we nou iets inrichten? Hoe dat er dan ook uit mag zien, of het nou een soort template is of een document of een soort hele actiegerichte video, wat dan ook, die er zorgt dat ze in ieder geval eens even een paar van die dingen goed gaan zetten. En ik denk daarbij denk ik dus dat het verstandig is om inderdaad te redeneren vanuit zo'n soort directeur. Ja. Die waarschijnlijk ook helemaal niet degene gaat zijn die de campagne of ik wat te zien krijgt zelf. Nee. Maar die waarschijnlijk wel degene gaat zijn waar degene die het wel ziet tegenaan gaat lopen op het moment dat hij er iets mee wil doen. Ja. Dus weet je, hoe enable je diegene dan om daar dan goed mee om te kunnen gaan, zodanig dat het niet tegen een muur loopt en weer op de grond valt. Nee, precies, inderdaad. Klaar. Dan met een goede ambitie gestart, maar het is dan toch te lastig. En hier hebben we geen tijd voor, we zetten die onzin maar weer uit. Ja, precies. Dus het is wel een goede trouwens. Ik denk dat ze gewoon uitdek moeten nemen allemaal. En dan maken wij het wel. Ja, precies. Dan, we hebben wel zelf ook met dit Trust Center gesproken. En toen was nog een beetje het idee om, en dat kunnen we nog steeds wel doen, om bijvoorbeeld ook gewoon de informatievoorziening die zij doen, ook via ethic gewoon... precies. Dus die bulletins en die updates en Alleen, er zitten ook wel heel vaak dingen tussen waarvan ik zou zeggen, eerlijk gezegd... vind ik dit niet zo relevant voor die MKB-directeur of die MKB'er. Ja. Dan moet je toch wel weer eerst gaan filteren. Ja, en dan precies. En je wil het liefst natuurlijk zoveel mogelijk automatisch en schaalbaar. Dus we moeten iets langer over nadenken nog. Maar zij zijn wel, ik vind dat, het komt ook wel regelmatig voor dat er wel interessante, dat ze wel iets beschrijven. En dan ook echt wel goed doorgedacht voor de doelgroep, zeg maar. Precies, want ze proberen ook wel bijvoorbeeld, krijgen natuurlijk nu ook iets eerder onze Patch Tuesday update informatie, zodat ze ook heel erg die advisories ook voor hun doelgroep goed kunnen schrijven. Ja. Dus dat proberen ze ook wel inderdaad op die manier te helpen om nog doen ze dat op dat niveau ook zelfs? Nou, volgens mij niet voor alles. Want als er echt iets is waarvan zeggen, dit is... eentje die er dus juist natuurlijk soms is best een lange lijst. Die glipt er misschien wel tussendoor. Of daar ziet niet iedereen de nut en noodzaak van in.
ja, dat ze die er juist wel even kunnen uitlichten en even goed kunnen duiden. Dat, ja, ja. Nou ja, mooie dingen. Goed bezig. Genoeg te doen. Ja, 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 precies. En wil je niet ook nog een keer gewoon incident respons? Dat je denkt... Ja, het... Ik heb af en toe nog wel weer eens kruipt het bloed misschien wel weer waar het niet gaan kan. Het is een beetje een mix. Kijk, zou Microsoft niet bij jou uitkomen ook als er wel iets zich afspeelt? Nee, zeker. Dat sowieso. Kijk, ja. We zijn in die zin ook die vooruitgeschoven post is ook wel om te zorgen voor een lokaal feet on the ground of een lokaal geluid. Ja. En dat hoeft niet altijd op het niveau te zijn dat ik dan nog ergens heen ga om schrijven te imagen of zo. Maar misschien wel om ervoor te zorgen dat het lokaal in ieder geval een aanspreekpunt is. Of dat we het goed hier communiceren. Ja. Wat ik altijd het leuke vond is natuurlijk dat het volslagen onvoorspelbaar is. We kwamen soms ergens en dat je dacht, nou dit is appeltje eitje, hier zijn we. Binnen een uurtje weer weg en dan zat je er ineens 3 maanden. Ja, of natuurlijk precies andersom. Dus je dacht, dit is een grote. En dan was het echt een heel stom configuratiefoutje wat iemand in een uurtje gevonden had en dan kon je weer terug. Dat is zeker altijd nog heel leuk hoor. Maar goed, vind ik nog aan de andere kant dus juist ook wel weer die vertaalkant van hoe kun je nou die inzichten of die concepten toepassen om ook zorgen dat dingen misschien niet gebeuren. Ook echt altijd nog wel heel leuk. Dus het is nu ook wel een leuke mix wat ik nu doe. Mooi zo. Oké. Nou ja, volgens mij hebben we een mooie sessie bij elkaar gepraat, denk ik. Hoe lang zijn we nou bezig geweest? Bijna 2,5 uur. Jeetje, Mina. Zie je? Niet gek worden. De tijd vliegt. Ja, precies. Nee, het is een mooi moment om er een einde aan te breien, denk ik. Dus Jelle, onwijs bedankt voor jouw komst. En ook voor je toelichting. Dus het was erg interessant. Succes verder bij Microsoft. Dankjewel. En wie weet komen we daar nog eens een keertje elkaar tegen. Ongetwijfeld. Mochten mensen nog vragen hebben of andere dingen, dan deel gerust mijn gegevens. Of ik ben makkelijk te vinden op allerlei plekken. Dus dat, Mastodon, toch? Precies, weekend. Ja. Ik zou even niet eens uit mijn hoofd precies weten welke van de services moet je eerlijk bekennen. Maakt niet uit, we vinden je wel. Exact. Oké, nou druk maar op de knop, Theo. Dan gaat hij vanzelf lopen, toch? Ja, precies. Dan komt hij wel. Top. Als het logo dicht is, dan zijn we klaar.